Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ghostbusters Dutch Division, de podcast. De Spokenjagers aflevering. Oh shit, je hebt het net 26. Nog gezegd. 26. Je hebt het echt net nog gezegd. Voor aanvang zegt hij 26. Ja, 26. Ik moet YouTube nog kijken. Ja, 26. Ik begin te lullen en ik ben het alweer kwijt. God, samen zeg wat erg. Opnieuw. Nee hoor. Voor elke letter van het alfabet hebben we nu een aflevering. Dus aflevering A, aflevering B, aflevering C, kunnen we daar niet meer. Want nummers onthoud jij niet, misschien letters. Nee, maar het alfabet zo altijd is. De uitzending is gewoon episode AA. Anonieme alcoholisten. Goed zo, ik denk dat we lekker bezig zijn. Hey, aflevering 26 alweer. Ja, we hebben even een... Even zitten brainstormen van ja, wat gaan we het over doen? En soms dan gebeuren dingen die... dan schrijven de onderwerpen zichzelf bijna, zoals ik dan al eens zeg. En we beginnen dan deze podcast toch even wat serieuzer. Ja. Dan wat we normaal doen. Het is normaal natuurlijk altijd heel veel oude hoeren en heel veel klieren. Maar wij kregen gisteren. Dat was dus, zaterdag, ja. Kregen we te horen dat donderdag in de ochtend René Erk is overleden. En nu hoor ik misschien een aantal denken van, hè, wie? Die ken ik niet. Nee, dat is ook heel waarschijnlijk dat je de beste man niet kent. René is, komt uit Duitsland. Is een van de Duitse Ghostbusters. Volgens mij niet echt gelieerd aan een groep, maar gewoon echt... meer zijn eigen ding doen. Hij was wel heel veel actief bij de Swiss Ghostbusters, volgens mij. Ja, hè? En nou ja, goed. Ik heb wij, Mark en jij en ik hebben hem wel ontmoet. We hebben hem, we kennen, we weten wel wie het is. De laatste keer dat ik hem gezien heb, was bij mijn weten in Offenburg. Yes. Ja, hè? Ik kom ook in Offenburg. Dat heeft hij mede georganiseerd. Daar was hij ook zeg maar ons aanspreekpunt. Nou, super lieve vent. Hè? En dat zeg ik niet nou omdat hij er niet meer is. Ik bedoel, hij was wel echt een hele leuke vent. Heeft ons heel goed meegeholpen. En ook voor de verzorging super geregeld. Hè? Dat we ons natje en ons droogje hadden. Ik heb volgens mij nog samen met hem zijn... We hebben toen zijn pizza gedeeld. Want wij kwamen toen s'avonds aan. Ja. En het eten was niet voor ons niet echt goed geregeld. En toen was hij degene die zei van... joh, dan eten jullie toch lekker pizza met mij. En toen hebben we met zijn pizza mee zitten eten. Ja. Dat is wat ik me heel goed kan herinneren die dag. Ja, dat was René. En dat is ook echt typisch voor hem. Ja. Ja, en we kregen dus te horen afgelopen zaterdag... dat hij is overleden. Op 31-jarige leeftijd. Geen leeftijd toch? Dat is geen leeftijd, dat is veel te jong. En normaal, wat ik zeg, normaal is onze podcast altijd een beetje slap ouwe hoeren en klieren en een geintje. En voordat we begonnen met de opname hadden we allebei wel zoiets van ja, we kunnen het wel niet doen en het er niet over hebben. Maar ik vind dat heel respectloos, omdat het A, iemand is uit je Ghostbusters community. Het is een mede-fan. Ja. En het is ook nog iemand die we dan kennen. En we weten ook wie die is. We hebben bij hem gestaan. Ik heb hem de hand gegeven. Hij heeft ons meegeholpen. Nou, ik heb hem daarvoor ook al een paar keer gezien op andere evenementen. Dus ik weet echt wel wie René is. Namens Ghostbusters Dutch Division zijn er ook condolences uitgegaan naar nabestaanden, vrienden en familie. En juist daarom moet je het nu ook in deze podcast erover hebben. Ja, ja, ik weet dat mensen niet luisteren. Hè, want ik bedoel, het is een Nederlandse podcast. En ja, goed, die mensen zullen dat niet verstaan. Maar ik vind het gebaar om het te doen, vind ik belangrijker. En ik vind dat sommige... Mag ik even op verzoek dat jij vanaf nu ook even iets in het Duits... Dat mag voor mij hebben een uitzondering, dat we nu even iets in het Duits... ja, oh. maar die Duitsers, die ja, wil ik wel doen, maar die Duitsers die haken al af bij het feit dat het Nederlands is, joh. Oh. Ik heb namens ons zijn er condolences uitgegaan. Namens mezelf, André natuurlijk, maar ook namens de Ghostbusters Dutch Division. En ook al zijn er niet allemaal mensen, zijn er ook mensen bij ons in het team die hem niet kennen. Die gewoon, ja, ik ken hem niet, ik heb hem nooit ontmoet. Ik vind het gebaar spreekt voor zich. Ja. En ja, dat vind ik een stukje fatsoen om zoiets te doen.
In plaats van op je eigen eiland van geweldig zijn te blijven hangen en zeggen, wij zijn zo goed, we hoeven dat niet te doen. Ja, precies. Dus ik vind dat gewoon, dat doe je gewoon. Dus vandaar ook even dat het nu even genoemd wordt in de aflevering. Rustig kerel. Dat is veel te jong. Bedankt voor alles. En dan gaan we nu gewoon verder, denk ik maar. Want dat zullen we toch moeten met elkaar. 4 maanden voor F-Life ook, hè? Ja. Het is heel tragisch. Ik ken de toedracht ook niet. Ik weet dat een vriend van hem, Dave van Velten, die heeft het ook aan mij verteld. Van joh, René is overleden. En ik ken Dave natuurlijk ook wel. En heel eerlijk heb ik ook niet gevraagd, want ik kreeg echt de indruk dat hij het er niet over wou hebben. Dus ik heb ook niet doorgevraagd van, goh, wat is er dan gebeurd of hoezo dan? Dat zijn dan toch dingen die of te gevoelig liggen of waar mensen niet naartoe zijn. Dus ik heb er verder ook geen aandacht aan geschonken. Maar ja, inderdaad, een paar maanden voor Afterlife en hij zal het niet meer mogen beleven. Dus dat is toch wel heel naar. Natuurlijk, het is sowieso naar dat zo'n man, zo'n jonge vent, op zo'n leeftijd al heen gaat. Maar ik kan ook wel. Ik weet ook zeker dat hij zich er ontzettend op verheugd had op die film. En dat hij dat heel mooi had gevonden en heel graag naartoe had gewild. En ja, dat heeft niet zo mogen zijn. Dat is toch wel even wrang. Ja. En gooit je gelijk even met de neus op de feiten, denk ik altijd maar. Ja. Even met een neus op de feiten. Zo is het. Dat je eigenlijk gewoon nog steeds zo'n elke dag moet blijven genieten. En, moet je doen. Ja, het kan bij wijze van spreken vandaag nog gebeurd zijn met je. Ja, daarom. Dus pluk de dag, maak er wat moois van, geniet ervan. Loop niet te kissenbissen met elkaar, maar geniet ervan. En geniet van die mooie hobby die je samen hebt. En, dat gaan wij nu ook doen. Wij gaan nu gewoon weer verder met onze podcast. Hoe raar dat ook is, want dan merk je toch even zoals nu, dat je dan even in zo'n overgangsfase zit van, vanaf wanneer kan ik weer vrolijk gaan doen? Nou, ik denk nu. Gewoon toch weer de leuke dingen doen. Ik zeg gewoon nu. Gewoon nu. Of hou je nog een minuut stilte? Nee, dat gaan we niet doen. Dat moet ieder voor zich uitmaken, wat ze er verder mee willen. Maar een minuut op pauze. Doei. Nee, daarom. Dat gaan we niet doen. Dat is onnodig natuurlijk. Wat hebben wij vandaag? Qua Ghostbusters nieuws is er eigenlijk heel weinig. We hebben laatst Toy Fair gehad. Daar hebben gehad. Er zijn wat plusjes bijgekomen, maar dat is echt. Dat hoeven we in deze uitzending niet te behandelen. Dat is gewoon. Nee. Die plusjes, that's it. Ja, daarom. Die win ik wel een keer op de kermis. Dat komt helemaal goed. Dat soort plusjes. Ja. Een Terror Dog hier, een slimertje. Ik merk wel dat de Terror Dog een hele grote rol heeft nu in de merchandise vooral. Dus ik denk dat die Terror Dog toch wel iets gaat worden straks in juli. In Afterlife, ja. Maar had je hem dan niet in de trailer moeten zien? Ja, je hebt hem in de trailer gezien. Ja? Oh? Ja, toch? Oh, dan moet ik hem een keer gaan kijken, die trailer. Kijk jij die trailer nog een keer? Waar kan ik die vinden? Op YouTube. Nee. Ja. Oh. En dan staat hij bij het zoekscherm, staat hij Ghostbusters Afterlife trailer. En ergens in minuut, anderhalf minuut of zo, dan zie je hem. Oké. Okay. Waar die vroeger bij al die merchandise eigenlijk nooit kwam, is die nu ineens. Hij is vrij prominent aanwezig, hè? In de plasma figuren. Je ziet hem eigenlijk overal weer opduiken. Nu is er natuurlijk ook een vrij iconisch karakter geworden, net als de Stay Puft Marshmallow Man. Maar ik vind het wel leuk dat hij er weer in is. Ik vond het ook heel grappig dat hij toen in Answer the Call even voorbij flitste. Dus ik vind het hier ook wel leuk dat hij er weer in zit. Dus ja, voor mij betreft dikke win en gewoon tof. We zullen het zien in de bioscoop. Hè? Ja. Hij zit ook bij die poppetjes. Die kinderpoppetjes. Niet die deluxe poppetjes, maar die Fry Features. Die Fry Features, daar zit hij ook in als klein mini-spookje. Ja, Terror Dogje. Ja. Nou, we zullen het zien. Nog een paar nachtjes slapen.
Een paar nachtjes slapen. Maar goed, ja, verder, vorige week helemaal overspoeld natuurlijk door die Toy Fair. Inmiddels stad en land afgezocht naar die figuren, naar die Spengler Wand, om die te bestellen. Mm-hmm. Nou, dat was ons gelukt. En ik hoor nu mensen al verschrikt. Het was hun gelukt, dus het is niet gelukt. Jawel, het is beter gelukt. Laten we het zo zeggen. Want we hadden ze besteld op zavi.nl, weet ik, was het, hè? Ja. Ja, maar goed, ik ken dat verder niet. En dan heb ik toch altijd een beetje dat van, als het maar goed gaat, weet je wel. Als het maar niet een of andere, weet ik veel, vage site is die op een gegeven moment gewoon je geld neemt en zegt van, bedankt, hè. Maar, bedankt, hè. Bedankt, hè. Dus op een gegeven moment ben ik toevallig even gaan bellen voor wat anders, naar Vision Toys. En die wist mij te vertellen van, joh, maar ik krijg ze gewoon ook. Gewoon zoveel als je moet hebben, die kan ik krijgen. Zeg maar wat je moet. En zeg ik, bij Vision Toys, daar komt het dus binnenkort, mensen. Dus als je dat wil, kun je er altijd even naar kijken. Komt er een pre-orderlijst of een inschrijflijst, dan kun je gewoon inschrijven wat je wil. En dat reserveert hij gewoon voor je. En zegt van, dit is gewoon een massaproduct. Dus ik heb die plasmaseries bij hem besteld voor jou, voor mij en voor Ronald. Ik heb de Real Ghostbusters besteld, zelfde verhaal. Ik heb de Spengler Wand bij hem besteld, zelfde verhaal. En het is nog ietsje goedkoper dan Zavi ook nog. Dus ach ja, dan prima. Dikke win. Dikke win. Win-win. En het fijn is, je kan het gewoon ophalen. Jij? Ja, ik kan het gewoon ophalen. Ja, ik kan het gewoon ophalen. En nou ja, dat ga ik volgende week waarschijnlijk ook doen, zoals het nu lijkt. Want dan schijnt de... Dat bakbeest. Oh, we zouden het niet over de Ectoblizz mee hebben. Die komt dan niet voor volgende aflevering. Nee, ja, die zou volgende week te zijn. Dus, hij heeft al gezegd van, joh, ik heb geraden dat je even langs komt. Om ze te inspecteren voordat ik ze... Voordat ik ze op de markt gooi. Dus, even inspecteren is wel zo dus, fijn. Nou ja, even. Ik denk dat ik daar wel een middag mee kwijt ben. Maar ja... Ik ga daar dan heen om te kijken. Maar goed, mocht je ze willen, mocht je die figures zoeken, stuur even een mailtje naar Vision Toys. Via een website kan dat. Via Facebook hebben ze volgens mij ook nog wel wat staan. Ik denk dat het handigst is om even te mailen. Maar dan zodra je het leest, dan kom je met hem in contact dus. En dan kun je dat gewoon gaan bestellen. En volgens mij stonden de Real Ghostbusters zelfs al op. Op de site. Dus dat komt helemaal goed. Dus ja. Dat dus. Ja, bestellen. Dat bestellen. Goed, maar verder voor de rest. Geen nieuws eigenlijk. Weinig nieuws. Geen afterlife nieuws. Geen dingen wat heel chockerend is. Dus ik zou... we hadden het al over. Ja, wat gaan we dan het over hebben? Nou, niks. Een aflevering van een kwartier is prima. Dus fijne dag nog. En tot ziens. Nee, jongens, niet schrikken. We zijn er nog wel. Nou, ik wou het eigenlijk even over de nieuwe, over bingootjes. Heb jij deze week nog iets gescoord, Mark? Qua Ghostbusters dan, hè? Want anders krijgen we heel veel details, maar qua Ghostbusters. niet deze week, maar wel de vorige week. En anders ook nog misschien wel de week daarvoor. Ik heb... Ik had natuurlijk die Blu-ray van die nieuwe. Die 35th anniversary. Ja, verdorie, ik moest even nadenken. Met dat stickertje uit de US. Daar ben ik heel blij mee. Zit daar stickertje op? Er zit een stickertje op. Ja. Wow. Maar ik heb nu ook de Ghostbusters UHD en CED. Ja. Okay. Wauw. Dus ik heb geen idee waar het voor staat. Maar er staat CED. Ja, dan moet ik ze even pakken. Wat ben ik voorbereid. Wacht even. Hij gaat ze gewoon live pakken, mensen. Hij is nu live onderweg om ze te pakken. En het mooie is, die tijd dat hij bezig is om dat te pakken, mag ik er vol lullen. Hebbes, hij komt er alweer aan, mensen. Blijf gewoon zitten, pak je thee. Doe rustig. Even kijken. CED staat voor Capacitance Electronic Disc System.
Oh, maar natuurlijk! Ja, CED videodisc, die heb ik. Heel mooi ding. Echt super vet. En de UHD staat voor... Dat staat in het Japans. En daarom geen idee hoor. Het zal... VHD. VHD is het. Dus video... High definition. High dumbass. Weet ik veel. Het is in ieder geval een Japans iets. Hoofdzaak is, je hebt geld uitgegeven aan Ghostbusters. Dat en dan, sowieso. En dan is het goed. En dan komt er volgende week komt er nog een laserdisc mijn kant op. Okay. En dan heb ik volgens mij alle versies laserdisken inmiddels wel in huis die ik moet hebben. Dus die verwacht ik rond 5 maart moet die hier zijn. Heb jij ook een laserdisc speler? Nee. Maar Costa wel. Aha. En ik weet dat Costa hem ooit een keer mee wilde nemen. Nee. Oh, maar dan, als dat gebeurt, dan kom ik kijken. Maar, ja, hoezo? Ja, vroeg ik me gewoon af of je zo'n ding had. Ja, ik denk, je koopt hem en je kunt ze niet afspelen, dus. Ja, nee, maar dat heb ik met meerdere dingen. Dat heb ik met de CD en de VHD heb ik hetzelfde. Ja. Ik heb ook geen speler voor. Nee, oké. Okay. Nee, okay. Ja, ik heb dus wel een VHS-speler, dus vandaar dat ik... ik heb dus wel videobanden van Ghostbusters, alle versies. Ja. Ik heb dus wel een VHS-videorecorder. En ja, dat is gewoon... Ik vind dat heerlijk om te kijken, dus... Vandaar dat ik me afvroeg, ik denk, oh, misschien heb je dat wel. Ik kon het me ook al niet heugen, hoor, dat je het had, maar ik denk, ja, misschien zie ik het over hoofd. Nee, wat ik wel is een VHS, maar dat is... Betamax was misschien ook wel mooi geweest. Betamax, ja. Ja, ik vind het wel heerlijk om Ghostbusters af en toe even heerlijk op zo'n grainy VHS systeem te kijken. Hè, dat je de helft van de film mist. Ja. De kwaliteit is een stuk minder, het geluid is een stuk minder. Ja. Maar als ik doe dat wel eens op zaterdagmiddag, weet je wel, als het een beetje slecht weer is, ga ik even naar boven, zet ik hem aan en dan kijk ik dat gewoon even. En met een kopje thee en dan ben ik echt even weer 10. Weet je wel, oké, ja. Kikken. Zo zag dat er toen uit. Thuis. Ja, en dan heb je af en toe ook dat geluid wat af en toe dan eventjes zo hoog, laag, hoog, laag, hoog, laag. Ja, dat de videorecorder even mijn tracker moet, weet je. Ja. Of het ergste geluid wat je kunt hebben is dat je hoort dat de videorecorder de band opvreet. Oh ja. Dat is erg. Ja, dat is erg. Dat is verschrikkelijk. Ik heb voordat ik die videorecorder aanzette, dus voordat ik echt gericht Ghostbusters VHS-bandjes erin deed. Ik heb een hele partij, een hele collectie toen opgekocht van Timo. Allerlei varianten en waaronder die hele mooie Duitse relief. Het reliefhoes, weet je wel. Dus die heb ik ook. En dat is gewoon kick om te hebben. Gewoon voor... Ik heb zelfs een paar, die zitten nog in folie. Kijk. Dat vind ik dus mooi. Dat vind ik dus fascinerend. Mooi. Want dat is dus een videoband die nooit afgespeeld is. Ja. Vind ik gewoon zo'n mooi idee. Van, okay, nooit strepen in je beeld. Nee, niks, want hij doet het niet. Er zit nog een plastic omheen. Maar ik vind dat zo mooi. En ik vind dat idee erachter zo gaaf. Dus, maar goed, ik heb dus ook een hele partij... ik heb ze in Duits en ik heb ze in het... Weet ik veel. Ik heb Engelse, ik heb Duitse... Weet ik allemaal wat voor versies heb ik. Hartstikke tof. En dan af en toe even zo'n bandje erin. Gewoon even lekker kijken. Maar voordat ik dat ooit erin heb gedaan, heb ik het eerst getest op een paar oude videobanden die ik nog had van thuis. Waarvan ik, ja, die kijk ik toch niet. En er staat waarschijnlijk niks meer op. Maar ik denk, ja, even kijken of die niet de band opvreet. Want dat was een videorecorder die ik van mijn opa had. Nou, dat ding, dat was... mijn opa, toen ik hem kreeg, was die beste man al iets van 18 jaar overleden. Dus dat ding heeft 18 jaar stilgestaan. Zo'n beetje. Want mijn omaatje die gebruikte hem niet. Maar ik denk, nou, toen bij het opruimen zei ik, nou, ik zou dan wel toch wel graag opa's videorecorder willen. Ik vind het gewoon een mooi idee, dat opa's videorecorder bij mijn opa was echt een filmfanaat, dat die toch nog weer gebruikt wordt om films te kijken bij mij thuis. Dus ik, ja, vind het een leuk idee. Ja. Maar goed, mooie bingo. Nee, ho. Mijn allereerste VHS die ik had was de Hollywood Collection. Ja. Die was helemaal geel. Nou ja. VHS-banden die draaien niet grijs, toch? Die draaien gewoon kapot. Draaien ze gewoon kapot, ja. Allemaal strepen in beeld en verschrikkelijk. Toen moest ik hem weggooien. Vond ik zo erg. Volgens mij
Volgens mij, maar ik ben niet technisch hoor. Dus als mensen dit horen en zeggen, joh, André, dat is dikke bullshit. Hou je dan alsjeblieft gewoon stil, want ik hou daar niet van. Nee, maar gekker. Maar als je denkt, van dit is mis, dan is het zo. Volgens mij kun je videobanden wel grijs draaien. Op een gegeven moment dat ze dus, dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. Nee. Volgens mij kan dat wel. Ik had echt alleen maar strepen die van onder naar boven toe, weet je wel. Ja. En dan het geluid werd op een gegeven moment ook steeds minder. En het ging alleen maar kraken en doen. En... Ja, maar kan dat niet zijn? Want dat moest, ik kan mij dat herinneren dat mijn vader dat af en toe wel deed. Dan had hij zo'n aparte band, zo'n cassette. Die ging erin om de koppen schoon te maken. Ja, stof vrij te maken, ja. Ja, ja. Dus... Ja, misschien moest je dat vaker doen. Maar voor mij kun je een videoband echt letterlijk wel kapot draaien, grijs draaien. Tot het moment dat hij dus niet meer speelt. Oké. Okay. Ja, nou, mijn band heb ik in ieder geval niet meer. Die moest ik... Ik heb hem niet. Ik zag hem deze week opduiken toevallig bij mijn Melvin van Dirties. En ik... dat ik zoiets had van, ik heb hem wel gelijk een bericht gestuurd van, goh, als je die band niet wil, hou ik me van harte aanbevolen om hem over te nemen. Maar goed, Melvin is zelf ook best wel diehard geeky met vintage spullen, dus ik denk niet dat hij hem van de hand doet. Maar als hij hem van de hand doet, heb ik gezegd, joh, dan wil ik hem wel. En dat is inderdaad die best price versie met dat witte hoesje. Ja. Dus ik zei, nou, die mis ik nog, die heb ik niet. Dus ik zeg, nou, ik zou hem wel willen. Ik vind dat sowieso wat hebben. Ik vind dat dan persoonlijk heb ik dan meer met het verzamelen van VHS dan met het verzamelen van verschillende versies van een DVD of een Blu-ray. Ja, op dit moment. Maar dat is over een paar jaar wel ook wel anders, hoor. Nou, ik weet het niet. Ik vind daar meer charme in zitten in een cassetteband. Ja, maar blijft het ook. Alleen DVD of DVD en Blu-ray hebben over een paar jaar ook diezelfde... Ja. Vibe, denk ik wel. Je weet niet wat je over een paar jaar inmiddels... Nostalgie bedoel je? 100, 124K DVD's of zo, weet je wel. Of Blu-rays. Ja. Ja, dat je het projecteert, dat je er tussenin zit allemaal. Ja, dat je denkt van wanneer stopt het? Maar het stopt niet. Het blijft maar gaan. Dat, ja, nou... Het is een hologram te zien of zo. Nou ja... Ja, dat is zo. Wanneer stopt het? Het wordt steeds beter, het wordt steeds beter. Dus, maar goed. Maar mooie bingootjes in ieder geval jij. Dat wel. Laten we het daar even over eens zijn. Ik zal een foto maken en onder de dingen zetten. Altijd goed. Nou, ik heb verder niks gekocht deze week, gelukkig. Zo, volgende onderwerp. Ja. Nee, ik ben deze week even in Amsterdam geweest. Oh, en ik heb je gun. Sorry. Ik vergat. En jouw gun had ik gekocht. Oh ja. Oh, dat ding heb je ook. Ja, ben je getrapt. Dat is leuk. Ja, dat merkte ik inderdaad ook toen hij hier binnenkwam. Goed, hè? Oh, die prijs. Vandaar die prijs. Daarom kon die weg. Ja, volgens mij was het meer een noodoplossing, hè, toch? Dit? Ja. Ja, die ik nu heb, die is helemaal... Die is zo vaak gevallen. Overal borstjes in. Misschien kunnen we hem wel ombouwen tot Spengler-versie. Ja, misschien. Wie weet. Idee. Hij is wel heel vet. Ik moet in ieder geval de gun die ik nu heb, haal ik al die originele onderdelen laat ik eraf. Ja. En die zet ik dan op die van jou. En dan... Zie je het wel. Ja. Maar ook jouw bingootjes, kerel. Ja, niks. Wel. Ik ben in Amsterdam geweest, er was niks te koop. Klaar. Nee, heel gek, hè. Ik heb... als eerste, het belangrijkste eigenlijk deze week... de Real Ghostbusters binnengekregen, de Blu-ray... De complete serie op 3 discs. Echt geweldig. Lachen. Ja, echt geweldig. Ik heb... dan hoor je mensen... Maar je had je toch al? Ja, die heb ik ook wel. Ik heb hem de Time Life versie, die jij ook hebt. Met de Firehouse Books, ja. De Firehouse Books en super dope. Hartstikke gaaf. Alleen, ik heb op een of andere onverklaarbare manier de pech... dat mijn PlayStation hem niet pakt. Of schoon hij regio 0 is. Dus gewoon, hij had moeten spelen, maar hij doet het niet. Raar is dat, hè? Ja, frustrerend vooral. Want ik wil dat graag zien. Nou, toen
op een gegeven moment kwam er op Netflix. En denk je, ja, nou ja, het zal wel. Weet je, het staat op Netflix. Dan hoef ik ook niet per se. Weet je, dan laat maar gaan. Het is wel goed. Ik heb, kan op Netflix wel zien. Dan hoef ik niet apart nog weer een nieuwe versie te kopen. Want het staat op Netflix. Maar ja, goed, Netflix is Netflix natuurlijk weer niet dat ze het er weer afflikkeren na een verloop van tijd. Waarom? En ja, ik kreeg geen idee. Ze gooien het eraf. Kansloos, hè? Erg. Maar goed, toen kreeg ik afgelopen weekend een tip van Timo van Ghostbusters Germany. Die zei, joh, Ghostbusters Duitsland. Die zei tegen mij van, joh, op de Duitse Amazon staat hij gewoon op voor 39,99. Ik denk, nou, dat is nog een keer te doen. Ja, ja, wat zoek hem eens op eBay. Ja. Lach je eigen dood. Ik hoorde toevallig van Davy Baggerman, die zei tegen mij, hij zegt, op bol.com stond hij destijds voor €75. Ik zeg, nou, dan ben ik blij dat ik hem daar niet gekocht heb natuurlijk, want hè, dat is, nou, is bijna een keer zo duur. Ja, verzenden erbij. Nou, en de verzender vanuit Amazon.de was iets van €2-3. Dus dat viel echt best wel mee. Dus dan, ik zeg, onder de streep heb je voor €42 heb je mijn huis. En het is, het zijn 3 discs. Op elke disc staan zo'n beetje, volgens mij zoiets van 49-50 afleveringen. Dus je kunt hem ook echt gewoon aanzetten in je PlayStation, controller uit en laat me lopen. Je hoeft niet steeds te wisselen van disc. Wat me wel opviel, nee, wat ik al wist, maar wat ik ook bevestigd heb gezien nu, is dat inderdaad de kwaliteit niet naar Blu-ray HD kwaliteit is opgetrokken. Maar ja, goed, dat had ik ook eigenlijk niet verwacht voor dat geld. Nee. Hè, het is gewoon een 1-op-1. Nee, hadden ze dat wel gedaan, dan had je nooit 49 afleveringen op één schijfje kunnen hebben. Absoluut niet, daarom. Dus ik ben helemaal blij ermee. Een van de mooie pluspunten vind ik, want ik kreeg hem dus binnen en dan zie je dus, die Duitsers die hebben zo'n heel groot FSK-warnung staat daar dan op. En dat is dus een beetje wat wij hebben met kijkwijzer, weet je wel. Uh-huh. En dan 12 jaar en ouder. En er is echt zo'n knoer van een groene sticker in de linkerhoek. Een hele grote kaart. Oh, godverdamme. En dat is gewoon op het hoesje gedrukt, hè? Het hoesje gedrukt. Dus dat is gewoon super lelijk. Alleen, toen zag ik het, toen ik het openmaakte, als je hem het hoesje eruit haalt aan de andere kant, hebben ze dus echt wel rekening mee gehouden voor de liefhebbers. Kun je het omdraaien en heb je dus niet die grote sticker erop. En is het gewoon een prachtig mooi Real Ghostbusters hoesje met tekst op de achterkant, niks aan het handje. Dus dan heb je het gewoon mooi netjes in je kast staan zonder die lelijke FSK-sticker erop. Mm. Het is Duitsstalig en Engelstalig. Geen ondertiteling, want dat doen Duitsers niet aan. Maar het is wel het originele de Engelse score, Engelse track erop. Dus het is nou, gewoon alles wat je moet hebben om gewoon lekker Ghostbusters te kunnen kijken. Geen gekke voice-overs. Nee, geen gekke voice-overs, geen gekke dingen. Het enige waar je wel even aan moet wennen, maar ja, dan heb je... Ja, ik heb daar persoonlijk niet zoveel last van, omdat ik wat Duits spreek. Is dat in het menu staan de afleveringen in de Duitse tekst. Dus hoe de aflevering in het Duits heet, zo staat die ook in het menu. Maar er zit een boekje bij en daar staan de afleveringen ook in. En dan kun je gewoon zien, het is die aflevering. Oh, het is dus Boogeyman Comet of... The Thing in Mr. Faversham's Attic, dat soort dingen, weet je wel. Dat soort titels staan daar wel gewoon in. Dus je kunt ze wel gewoon terugvinden. Maar ja, aan de ene kant, je zet het toch gewoon op Play All. En je kijkt ze toch allemaal achter elkaar. Dus op zich maakt dat voor mij niet zo heel veel uit. Nice. Dus ja, leuk. Dus is het waard? Ja, ik zeg, als je dat wil hebben, en je hebt niet het geld over voor die timelife, want die timelife die is gewoon, nou, 250 begint die mee, denk ik. Zo'n ja, beetje. Vanaf, ja. Het is echt belachelijk duur nu. Heb ik er toen niet voor gegeven, trouwens. Ik heb hem echt aanzienlijk... 175 heb ik hem toen. Ik denk ook in die contrein 150, 165. Inclusief verzenden voor mij. Ik denk dat ik hem zo rond de 150 exclusief had, zo'n beetje. En dat vond ik echt veel geld toen. Hoor. Ik dacht, oh, dat mag, dat voor een paar tegen. Ja, natuurlijk. Maar aan de andere kant, 25 discs, hè? Ja, het is heel veel. Het is insane mooi. En ik baal ook best wel dat ik het niet kan afspelen. Want dat vind ik echt best wel heel, heel, heel jammer. Want, ja, ik weet nog dat ik het toen kocht. En toen had ik het thuis en ik maak het open.
En ik doe de eerste disc in mijn PlayStation en hij herkent hem niet. En ik denk, nou, hoe kan dat nou? Want ik heb het bij jou, jij hebt het ook wel eens meegenomen hier naartoe. Ja. En dan speelde het gewoon. En die van mij, hij weigert. Nou, heb ik toch via Patrick gelukkig, vanuit de groep. Die zei, joh, als je dat downloadt op je laptop, kun je het wel zien. Ik kan wel casten van mijn laptop naar de tv. Dus ik kon het wel op mijn tv kijken. Maar het is zo'n gehannes en een gedoe. Ik denk, nou, daar word ik niet echt blij van. Dus dan laat je het al gauw. Maar toen dit dus voorbij kwam, dacht ik, ja, dit moet ik gewoon hebben. Dan kan ik gewoon lekker de Real Ghostbusters kijken op mijn tv, via de PlayStation, op mijn dode akkertje. Ik vond het echt geweldig. Super blij mee. Super. Dat was mijn eerste bingootje. Mijn tweede bingootje deze week was de Boson Bazooka. Ja, Peter Venkman. Ja, ik wou even spannend houden, maar inderdaad. Mensen zeggen, hè, Boson Bazooka. Dat moet je bij mij niet doen. Dat... Nee, ik weet het. Jij bent een beetje de Tom Holland van Ghostbusters. Die Tom Holland die verklapte alles van de Avenger films al maanden van tevoren. En Mark Dreisma, die... Nou, bedankt, hè. De Boson Bazooka is een... ik heb een aantal figuurtjes. Ik heb waaronder de Real Ghostbusters Powerpack line. Ik heb een aantal figuren compleet. Ik heb een paar figuren niet compleet. Een van de incomplete figuren is de Peter Venkman Powerpack Hero. En daar miste ik gewoon het wapentje. De Boson Bazooka. En die kwam ik nou eigenlijk per stom toeval tegen op eBay. Voor nou, 4 euro. En 5 euro verzendkosten. Dus, nou, dan nog geen tientje. Heb ik dat poppetje compleet. Nou, ben ik echt... Ja, misschien laat ik het nu niet zo overkomen, maar ik ben er echt ontzettend blij mee. Het is echt een van die lines die ik toen incompleet gekocht heb. Ja. En waarvan ik dacht van, ah, het gaat een eeuwigheid duren en klauwen met geld kosten. Maar toch niet. En de enige die ik nou nog moet is eigenlijk Egon. Van de Powerpack serie heb ik Egon zijn wapentje niet. Officieel moet ik Janine's wapentje ook nog, want ik heb die niet los. Ik heb Janine heb ik alleen op kaart compleet. En het poppetje heb ik gewoon los, zonder wat dan ook. Ja. Dus die moet ik nog. Ook nog. Ja. Nou, en verder heb ik de Screaming Heroes Janine Melnitz gekocht. Ook zo'n figuurtje waarvan ik dacht van, ja, waarom heb ik jou eigenlijk niet? Nou, ik denk dat ik het antwoord ook wel weet, omdat het een spuuglelijk figuurtje is. Het is echt een heel lelijk figuur. Je weet hoeveel ik het heb. Het is gewoon een lelijk ding. Ja, ja, ja. Echt een pokkelelijk ding. Is dat, maar, waar dat rokje ook echt van stof is? Die. Dat als je aan een ruggetje draait, dat rokje dan zo gaat dansen? Ja, die. Ja, zo'n spinner, ja. Echt een aardlelijk poppetje. Ja. Maar ik had het niet. En ik kom haar vaak genoeg tegen op beurzen. Dan is ze of niet compleet qua wapentjes, of het spookje mist, of allebei, of nog erger, het rokje mist. Ja. En ik kwam haar tegen voor een zacht prijsje. Ik denk, nou weet je, 15 euro voor een compleet figuurtje vind ik niet al te duur. Ik doe het gewoon. Dus die heb ik gekocht. Die is onderweg samen met een poster die bij de Ecto 1A zou moeten zitten. Ik heb die poster wel, maar ik heb hem nooit opengeklapt. En dit is een poster die is opengeklapt geweest. Nou, die was een eurotje of 4. Ik denk, nou, doe er maar bij. Dat is wel lachen. Die laat ik gewoon, die ga ik gewoon even inlijsten. Daar koop ik even een lijstje voor. En die hang ik mooi in de muur. Vind ik gewoon leuk. Mm-hmm. En het laatste wat ik gekocht heb. Even kijken, is dat het laatste wat ik gekocht heb? Ja. Dat is de super. Nee, dat is de gewone Fright Features Ray Stance. Dat figuurtje had ik wel al, maar ik had hem niet compleet. En het Ghostbusters logootje op zijn buik. Die met zijn Ghostbusters logootje op zijn buik. En die uitklappende oortjes. En die echo goggles op zijn koppie. Die had ik wel. Alleen ik miste het wapentje. En ik zag het poppetje nu op eBay staan. Voor een meerprijs van zeg 3 euro. En ik denk, nou weet je, als ik nou het wapentje koop, ben ik x bedrag kwijt. Koop ik het poppetje, dan heb ik, ben ik 3 euro meer kwijt. En heb ik een compleet figuurtje. Denk, ah, screw it. Dan koop ik gewoon het hele figuurtje nog een keer. En dan heb ik gewoon mooi dubbel. Want ik vind het een prachtig figuurtje. Ja, is het ook. Ik denk dat dat van de...
van de figuurtjes die ik vroeger had als kind, dat ik het een van de tofste vond. Omdat dat logo zo mooi zichtbaar was of zo? Het logo was mooi zichtbaar. Hij had ecto-goggles op. Hij had echt een uniform aan met handschoenen. Ja. Weet je wel, dat was echt een Ghostbuster. Dat poppetje, dat schreeuwde Ghostbusters. Ja, letterlijk bijna, want het was een fright feature. Ja. Maar die vond ik echt... En ik vond die super fright... die gewone fright features Peter Venkman met die kaplaars. Dat grijze... Met die vanghaak en die grote kablaars en dat gele hesje. Uh-huh. Die vond ik ook altijd heel tof om te hebben. Dat was voor mij echt het Ghostbusters figuurtje. Nog meer dan de originele drie. Vier. Ja. Vier, sorry Winston. Doet hij het weer. Maar... ik speelde ook nooit met Winston hoor, dus... Nou, het was altijd wel de laatste die ik kocht van een lijn. En ik weet niet waarom. Ik weet wel dat ik van de Real Ghostbusters, van de originele vier, Winston pas veel, veel later kreeg. Ik had de originele drie guys, had ik, Egon, Peter, Ray. Die had ik binnen een week of twee had ik die. En Winston was weg. Die lag ook niet meer in de winkel. Die was uitverkocht. Die was overal uitverkocht. En pas, ik denk ongelogen, wel anderhalf tot twee jaar later vond ik die op een rommelmarkt. Tja. Toen verkocht iemand zijn Winston poppetje. Dan heb ik Winston maar gekocht. Dan had ik eindelijk een originele Winston. Zonder proton pack, zonder spookje. Maar ik had Winston. Dat kostte voor mij een gulden toen. Dus ik denk, nou, dat kan. En mijn eerste echte Winston figuurtje die ik had, was de Fright Features Winston. Met dat hoofd wat draait en dan de mond helemaal wagenwijd open. Mond helemaal wagenwijd open ging. En dat spookje op die centrifuge. Weet je wat hij in zijn handen had, zeg maar. Dat was de eerste Winston die ik had. En moet ik even denken. Ik denk dat dat ook heel eerlijk gezegd de enige was die ik had. Dat kan. Ja, want ik zit even te denken, had ik de rest? Ik had dan later die originele Winston nog een keer weer natuurlijk, wat ik net al zei. Die Super Fright feature met die glazen bol op zijn kop, weet je wel, dat zijn hoofd naar beneden zakt. Uh-huh. Die had ik niet, want die vond ik dom. Die vond ik als kind echt stom. Dat had ik eigenlijk met alle Ghostbuster poppetjes die helmpjes op hadden. Die vond ik gewoon niet mooi. Ja, die space, oude space of dingen. Ja, je had die Winston, die Super Fright Features Winston, die had een helmpje op, zo'n ronde. Die Super Fright Features Genie, die had dat, met die vis, dat vol loopt met water, leek het net. Mm-hmm. Je had dan die Fright Features Egon, met dat witte ding aan, weet je wel. Dat, het octopusje erbij, ja. Het octopusje erbij. En ik vond dat eigenlijk altijd maar heel stom. Want ik vond dat helemaal niet als Ghostbusters klinken. Ik vond dat echt helemaal niks met Ghostbusters te maken hebben. Dus dat zijn ook echt figuren die ik vroeger... Ja, die hoefde ik niet als kind. Ik zag ze wel en mijn moeder zei van... Je mag ze wel hebben, weet je wel. Dan neem maar mee. Nee. Dan doe nog maar een spook of zo, weet je wel. Ik liet ze echt liggen. Ja. En jij? Oh ja, jij was echt te jong daarvoor, denk ik, of niet? Ik had die hele eerste serie had ik. Oh, toch wel? Ja, die alle vier de Ghostbustertjes. En ik heb vroeger gewoon, één Sinterklaasavond heb ik echt alles gekregen, alles. Ik kreeg de Ecto ineens, ik kreeg die Zappers dat erbij, volgens mij was het ook de dag dat ik Winston kreeg, en Egon volgens mij kreeg ik toen. Ik kreeg de Bug Eye, ik kreeg de Dracula, ik kreeg de Frankenstein, de Mummy, en dan ook nog al die Haunted Humans, de Granny Gross, die Tackle, de X-Cop. Op één en dezelfde pakjesavond. Dat was mijn allerbeste Sinterklaasavond die ik had. Nou, ik zit nu hier.
30 jaar na dato er nog van te genieten van het verhaal, man. Wat gaaf. Ja, het mooie is, het staat ook op film. Alleen ik kan nergens die film meer vinden. Oh, die VHS-band. Ja, dus hij ligt hier. Hij ligt hier ergens. Ik heb hem over moeten nemen door de... voor de scheiding van mijn ouders en zo. Dus ik had die videobanden en zo had ik allemaal. Alleen, ja, het is nu... Zorg even dat je dat als ik het heb, dan ga ik het, dan ga ik het zeker weten digitaal. En dan deel ik het. Doe dat. Nou, delen, maar doe dat gewoon, kerel. Want dat is zo mooi om dat te houden. Ja, ik weet nog goed dat mijn opa en oma, die hadden het best wel goed. En mijn ouders, die hadden het ook goed. Dus ik had het ook altijd goed. Ik weet nog dat mijn opa en oma, die hadden een hele zak vol. Daar was kwam volgens mij ook wel het meeste vanaf, hoor. Mm-hmm. En dan mijn nichtje erbij. Ik was enig kind en van de hele familie waren er maar in principe maar twee kinderen. Dat waren ik en mijn nichtje. Mm-hmm. En die kregen dus ook gewoon altijd alles. Idem dito een paar jaar later met de Turtles. Ik had in één avond had ik een halve Turtles set. Wauw. Ja, echt, was echt super, super kicken. Die van de Ghostbusters vergeet ik nooit meer. Nee. Ja, nee, ik had dat niet dan. Ik moest er wel wat langer op wachten. Maar ik was ook wat ouder, dus ik had ook al zakgeld. En ik verdiende af en toe eens een keer met helpen bij opa en oma. Ja. En dan ging ik wel figuren kopen. Maar ik weet dat ik van mezelf, dat ik echt dat soort figuren die ik dus net noemde. Ja. En met helmpjes, ik vond ze zo raar. En ik het voelde niet als Ghostbusters. De enige die ik dan wel had op een gegeven moment, was die Fright Features Egon, omdat die mij deed denken aan die Egon uit X-Men's Mark's the Spot, dat die containment unit ingaat. Ja. Dat ik dacht van, oké, daar lijkt hij wel op, dus die wil ik wel. Maar die hele super Fright Feature lijn, verder moet ik even heel... Ja, die hadden allemaal helpjes op. Die Winston had een helmpje op, Janine. Die Venkman had een helmpje op. Met dat bruine ding, weet je wel. Dat had zo'n bruin pakje aan. Wat dat die helm klapt. Ik zit even te denken welke Egon in de Super Fright Features zat. Weet jij dat? Die witte, en dan komen die... die witte. Die octopus tentakels, die komen dan uit zijn kraag. En die komen dan om zijn hoofd heen. Ja, dat is inderdaad ook een super Fright Features. De Fright Features Egon is met dat stropdasje. Is ook zo. Ja. En de super Fright Features Winston, dat was die. Super Fright Features Ray, die had ook een helmpje op. Dat draaide zijn hoofdje rond. Ja. Dus er zat een... als je dan in zijn arm kneep, dan was het eerst normaal gezicht. Kneep je in zijn arm, was hij ineens in paniek, weet je wel? Zo'n angstig gezichtje zat er. Ja, die had dan die mijnenveger, dat mijnendetector wapentje bij zich. Vond ik dan zo'n schijfje, dat was een heel raar ding. Dus ik vond die hele Super Fright Features serie, nu heb ik ze en vind ik ze dope. Ja. Maar toen vond ik ze echt nope. Ik denk, dat vond ik zo een achterlijke serie, vond ik dat toen. Ik vond het helemaal niks. En ik had ook altijd een beetje een... En daarom zal ik haar waarschijnlijk ook nog niet hebben. Die Screaming Heroes, die vond ik ook altijd maar heel raar. Ja, maar dat was omdat die pakjes ook gewoon onherkenbaar waren. Ze waren... Het enige waar ze aan herkenbaar waren, dat waren de hoofdjes die erop zaten en het logo op de verpakking. Ja, maar die waren ook altijd in dezelfde dingen, zo heet dat. Ze waren altijd in paniek. Hoezo? Ghostbusters. Ja, ze waren altijd bang. Ja. En ze waren altijd in paniek en het waren Ghostbusters. Dat vond ik raar. Dat is net zoiets als een vegetarische slager. Ik vond dat heel raar altijd. Ik denk, hoezo? En ik vond ze gewoon niet mooi. Ik vond het storend dat je die... ik hoop niet echt dat de kinderen luisteren, maar ik vond... Echt, die figures, dan die, vooral die Egon, weet je wel, die kreeg dan een spook op zijn rug. Daar had ik al een hele rare associatie bij. Ja. Weet je wel, een spook, die grijpt hem van achteren. Opwindt hem en wint hem op en dan begint hij te gillen. Ik weet niet of ik nou een heel ziek kind was. Of wat ook. Maar ik vond dat echt raar. Die Janine waar we het net over hadden, ook een heel vaag ding. Ja. Moest je dan in haar rug steken en dan opwinden. Ja. En dan ging dat rokje ging dan zo, ja, en een soort petticoat. En haar beentjes gingen naar voren.
Ik vond het een hele rare lijn toen. En ik weet dat ik toen die Screaming Heroes wel gekocht heb, een aantal. Omdat daar heel slim weer accessoires bij zaten die heel mooi pasten bij de originele Ghostbusters. Want die Egon, die had een PKE-meter. Ja. Die Peter Venkman, die had een val. Ja. Dus dat was heel leuk. Maar die... ik weet nog dat die Winston, die kon uit zichzelf helemaal niet staan. Want die had als gimmick dat als je hem dan liet schrikken, dat zijn beentjes gingen waggelen of wiebelen. Maar als je dat hem dan gewoon rechtop wou zetten, dan ging hij. Want dan klapte hij, dan was het net alsof hij zijn rug in de verkeerde richting brak. En dan pleurde hij achterover. Ja. Ja. Ik heb drie van die krengen nu in mijn kast. En geen één staat uit zichzelf. Zo, waarschijnlijk worden ze ook gewoon lam. Maar het waren ook figuren die je bijvoorbeeld. Je kon ze niet in een Ecto One zetten. Je kon ze in, ze konden in geen enkel voertuig pasten ze. Want ja. ze stonden niet uit zichzelf. Of ze hadden hun kop helemaal verdraaid. Of het bovenlichaam helemaal scheef. Want als je die Egon had, die spinnen dan rond zijn middel. Nou, dat leek nergens naar. Ja. Weet je? Dus dat was gewoon. Ja, ik vond het een rare lijn. Ja, en toen stopte het eigenlijk ook een beetje. Hè? Toen na die Screaming Heroes Super Fright Features lijn, toen stopte het. Toen was het zelfs zo erg dat Nederland, of tenminste Europa, dacht van... Wat, komen er ook nog Ecto-Glows? Alsjeblieft zeg, laat dat alsjeblieft in Amerika blijven. Ja joh, maar de Nederlandse markt was al helemaal naar de kloten. En ik bedoel, ja. ik weet dat wij... Ik heb het laatst gevraagd aan Timo. En hij kan zich herinneren dat in Duitsland wel Powerpack... series te koop zijn geweest. Ja. Maar ik kan mij dat in de Nederland niet meer herinneren. Ik weet dat ik ze wel heb. Ik weet wel dat ik ze heb gehad, maar ik weet bijna wel zeker dat ik ze gescoord heb in Nordhorn. In Duitsland. Want daar gingen we dan één keer per... maand naartoe. En dan mocht ik dan een poppetje kopen. Gewoon, weet je wel, van mijn zakgeld. Ja. En daar kocht ik wel. Ik weet zeker dat ik daar in ieder geval een van die Powerpack Heroes. Volgens mij heb ik die Winston daar gekocht met die cirkelzaag. Want die vond ik heel erg vet. Ja, die is gaaf. Die waren mooi. En wat ik zo'n verrassing vond aan die Powerpack Heroes. Was toen de eerste die. Ja, was Winston. Nee, nou, verrek, de eerste die ik kocht was Winston. Hij is een keertje de eerste. Ja, hij was de eerste. toen ik hem thuis had, toen ga je mee spelen. En toen zag ik, verrek. Op zijn rug zit precies dezelfde aansluiting als de originele. Daar kon je een Proton Pack op klikken. Dat was epic. Dus dan kon je gewoon... je Proton Packje op dat figuurtje klikken en dan had je gewoon een nieuwe Ghostbuster met Proton Pack. Nou jongen, dat was helemaal de shit. Ja. Dat was helemaal... En ik had toen wel extra Proton Packs, want ik had toen af en toe kocht ik weer op een rommelmarkt. Dus dan had je een keer een Proton Pack zonder straal, want de kinderen hadden die stralen eraf geknipt, weet je wel. Had je gewoon zo'n ding. Dus ik was helemaal... Ik had helemaal voorzien, ik had Proton Packs met stralen, ik had Proton Packs zonder stralen. Dus je kon echt dat naspelen van de film ook, weet je wel, zonder dat die... Want normaal gesproken konden die poppetjes helemaal de deur niet door, want ze hadden die stralen rechterboven staan. Ja. Ze konden geen protopacks dragen binnen zijn huis, want dan blazen ze het hele plafond eruit. Ja. Maar dat kon toen wel, dus dat was echt wel heel vet. Maar ja, goed. Hoe koop je nou in godsnaam hier op? Dat hebben we straks weer. Met die nieuwe lijn straks. Ja, maar die wil je hierop komen? Omdat jij dat die bazooka, die Proton Bazooka hebt gekocht. Die Proton Bazooka, Jezus. Jij wou Bazooka Bill zeggen. Ja. Dat is iets heel anders hoor, Bazooka Bill. Dat is een heel oud spelletje. Oud Commodore 64 spelletje. Daar gaan we het niet over hebben. Alhoewel, we willen het er eigenlijk wel over hebben, toch? We willen het over spelletjes hebben. Ik wou het eigenlijk over spelletjes. Het is videogames. Ik wou het met jou over spelletjes hebben. En wij hebben daar een klein beetje research naar gedaan. Maar zo. Er zijn er nogal wat. Er zijn er veel, jongen.
Ik dacht echt dat het ook... En vooral Extreme Ghostbusters schrok ik even van hoeveel daarvan uit zijn gebracht. Nou, van het meest niet populaire Ghostbusters stukje tot Answer the Call zijn de meeste spelletjes uitgebracht. Daar sta ik echt wel van te kijken. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6. Nou. Ik bedoel maar. Dat bedoel ik maar. Minstens. Zes games. Nou, en dan nagaande. Dat eigenlijk alleen maar. Want Real Extreme Ghost was helemaal niet zo populair. In die tijd. Het was een beetje. Nou ja, goed. Één seizoen toen was het al afgelopen. Dan hadden ze het wel bekeken. Van nou, dit wordt het niet. Mm. En. Daar zijn dus de meeste games zo'n beetje van. Dat vind ik wel heel grappig dan, om dat te zien. Maar dat was ook op het hoogtepunt van de Super Nintendo en de PlayStation kwam toen. Sega was hot. Hè? Ja, waarschijnlijk zal het wel mee te maken hebben. Ik ben niet zo into the gaming en dat soort dingen daar. En dat heb ik echt niet zo heel veel verstand. Maar hebben ze dat gewoon puur als marketing, hebben ze dat er gewoon ingedaan. Zo van, nou ja, laten we dan maar Ghostbusters ook doen. Wie weet valt er nog een paar euro aan te verdienen. Ja, of anders, oh shit, Extreme Ghostbusters slaat niet echt aan. Maar iedereen is zo aan het gamen, laten we er eventjes een spelletje in gooien. Misschien willen ze dan wel weer... Ja, misschien kunnen we daar nog wat cent aan verdienen. Ja, om maar wat te doen. Roep het maar, ja. Ja, mijn eerste, wel grappig, want het eerste spel in de lijst is ook het eerste Ghostbusters spel wat ik ooit gespeeld heb. Dat is de Ghostbusters van Activision. Ja, maar op welke console? Commodore 64. Commodore 64. Ja, want ik weet nog, je had hem op de Atari ST, de Amstrad, MSX. MSX, je had hem later Spectrum, nog Spectrum, heb je hem ook nog gehad, hé? ZX Spectrum, ja. Heb je hem al die versies. Maar het is allemaal dezelfde van Activision, alleen in een ander formaat. Ja, allemaal formaat. En ik denk heel eerlijk gezegd dat de meeste mensen die het spel kennen, het zullen herkennen of als het Commodore 64 Ghostbusters spel. De meeste, ja. De meeste zullen het daaraan herkennen. Hè, met natuurlijk dat opstarten en dan dat hij dan met dat kerstbestek. Ja, dat was in die tijd, ik bedoel nu, als je het nu hoort, we hadden het net al even over van, hè, op een gegeven moment denk je van, het wordt niet beter dan dit. Toen ik dat hoorde met Ghostbusters en ik zag dat spel en ik speelde dat, ik denk, nou jongens, realistischer als dit kan het toch echt niet worden. Nee. Ik heb al die video gezien dat die, hoe heet die maker van dat spel, Hupplepup Kane? Laten we maar even Mr. Kane noemen. Ik Dat hij in die talkshow zat en dat ze dat gingen demonstreren. En toen deed hij inderdaad die start-up. Toen deed hij inderdaad dat Ghostbusters. En dat hij zo naar het publiek keek. En dan die reactie van, ja, zover zijn wij al, weet je wel. Ja, hey, staan jullie wat te kijken, hè? Terwijl je nu, als je het nu terugkijkt, denk je van... Jezus. Sneu. Ja, we zijn nu zoveel gewend. Ik weet nog dat ik dat spel had op onze eigen Commodore 64. Dat was eigenlijk stiekem. Was dat de reden dat ik dat ding wou hebben? Mijn ouders hadden kop gezeurd. En toen hebben we uiteindelijk één gekocht. Een tweedehandsje via. En ik had dat spel en dat was wel de reden om de Commodore 64 te kopen, dat ik hem wou hebben. Natuurlijk nooit tegen mijn ouders gezegd dat dat de reden was. Het was natuurlijk ook heel handig voor school. Ah, ik heb echt nooit huiswerk gemaakt, maar who cares. Maar het was vooral om Ghostbusters dat ik dat spel wou. En inderdaad, dat openingsstukje, dat liedje, dat heb ik echt gewoon, dat ik met de tape recorder ervoor zat en het ging opnemen. Dan had ik de originele op het cassettebandje staan. Het originele liedje van Ray Parker Jr. En daarna kwam de Commodore 64 editie. En dat was haast nog cooler. Nee. Dat was, want, let op Mark. Dat kwam van de computer. Ja, wij hebben een computer thuis. Dat was echt de shit toen. Ik bedoel, weet je, dat was alsof je of vandaag de dag denk ik dat je het kunt vergelijken met... Dat je een Porsche bij huis hebt staan. Jongen, ik was de man op school, weet je wel. Alle wijven die kwamen naar mij toe.
Ghostbusters spelen op de Commodore. Tenminste, dat dacht ik. Tenminste, daar had ik op gehoopt. Nee, maar ik vond het echt geweldig. En dat was het eerste Ghostbusters spel dat ik speelde. Ik vond hem toen heel moeilijk en ik weet nog dat ik een illegale kopie had, want dat ging toen nog. Hè, dan ging je nog floppy disks kopiëren. Mm-hmm. En dus had je een versie zonder handleiding. En dat was kloten, want op een gegeven moment in dat spel, en de PKE-meter, die loopt steeds op, die was off the scale there, echt waar. Ja. Je weet het, hè. Ja. En toen als het op een gegeven moment oploopt naar een bepaald niveau, dan krijg je dus dat stapeft, dat die vier spookjes, die vormen dan samen stapeft, en die trapt dan een gebouw plat. En ja. Dat kun jij als Ghostbuster voorkomen door op B te drukken op het moment dat het gebeurt. Je ziet het gebeuren, want dan één gebouw dat knippert wit. En dan weet je, stapeft. Dan bam, druk je op B. Dan krijg je Ghost Bait, dat drop je. En dan komen die spookjes in plaats van naar jou, of naar het gebouw, komen ze naar jou. En dan vormt stapeft zich bij jou. Bij je autootjes, bij jouw icoontje op de kaart, zeg maar. En dan stop je hem. Dan is hij dus, dan, in plaats van dat hij dan heel happy een gebouw plat trapt, zie je hem echt heel sip kijken en dan worden alle spoken gevangen. Dus dan, en dan krijg je dus iets van $5,000 beloning of zo. Dus dan verdien je heel snel je geld. En dan ben je heel snel, heb je meer geld verdiend dan waar je mee begon. En heb je het spel goed gedaan. Dus eigenlijk hoef je niks te doen, behalve dat die spookjes dan tot een steeppuft komen en dan dat je dan pas in actie komt. In principe, als je het achteraf bekijkt, hoef je dat hele traject van spoken vangen en steeds voor $500 steeds heen en weer rijden en je helemaal het lablaster slepen met die spoken, kun je net zo goed laten. Als je maar zorgt dat je op een gegeven moment die steeppuft vangt, dan 3 keer of zo, dan ben je er al. Dan heb je al meer geld verdiend dan waar je mee begon en ben je in principe klaar. Oké. Ja, als ik het zo vertel, dan vernietig ik op dit moment een van de meest iconische Ghostbuster games. Even live op de podcast. Nee, dat is wel waar. Ja. Maar ik wist dat dus niet. Hè. Ik wist dus niet dat ik met op die B moest drukken. Dus ik zat echt als een raar. Op een gegeven moment, als een gebouw dan wit knipperde, dan ging ik als een idioot er naartoe. Ja, je was altijd te laat, weet je wel. Want dan moest je met dat logootje over de kaart slepen. Nou, je was altijd te laat. En ik verloor dus altijd. Ik ging failliet. Dus dan ging je dan naar de winkel, weet je wel. Het was toen nog de V&D in Emmen. Dus dat was vanaf waar ik woonde, was dat 17 kilometer fietsen. Kun je nagaan. In de hoop dat het spel daar in de winkel lag. En dat je even heel sneaky in de handleiding kon kijken hoe dat spel werkte. En dat was in een tijd, toen deden ze dat nog. Nu doen ze het niet meer natuurlijk. Ze doen nu geen handleidingen meer in spelhoesen. Want ja, die worden gejat. Dat is gewoon weer zo'n treurige constatering. Maar toen kon je nog gewoon even in het handleiding kijken. En nou weet ik het. Dus op, dan ging je weer 17 kilometer op de fiets naar huis. Start je het spel op en begon je weer te spelen. Voor dat ene knopje B. Voor dat ene knopje B. Ja, dat is echt geweldig. Dus, maar dat was mijn eerste Ghost game. Dus dat is wel grappig dat hij ook nummer 1 is op deze lijst. We hebben hem van Ghostbusters Wiki. Dus ik zeg niet dat deze zaligmakend is. Dat daar alle spellen op staan. Maar dit is wat we weten. Ja. Ja, dit Ghostbusters Wiki is wel update, hoor. Ja, hè? Ja, dat kan je bij wijze van spreken wel zeggen dat dit het ook echt is. Als ik ook verder in de lijst kijk, dan denk ik van, oh, daar kon ik zelf niet eens op komen. Die hebben we dus ook. En oh, ja. Ja, inderdaad. Maar er waren een paar die bij. Ook die nog, weet je wel. Er waren een paar bij, die moesten we opzoeken. Ja, precies. Ja. Echt opzoeken. Dat je denkt van, dat ik denk van, oké, die ken ik echt niet. Dus, Maar Ghostbusters was in die tijd dus, ja, het was echt een rukspel, dat weet ik wel. Maar het was heel populair. Maar dat was ook waarschijnlijk omdat Ghostbusters ook gewoon zo populair was. Nou, dat Ghostbusters, en dat die rukspel, die Activision, maar dat is typisch, want de Commodore 64 versie is bijna een cult classic, hè? Dat is bijna een klassieker. Ja. De versie die echt ruk was de Nintendo versie. Die had ik. Ja, dat was mijn eerste. Dat was echt dat onzinnige spel waar je dus dan moest rijden en dat je auto had nog benzine. Dus dan kon je ook nog, als je niet snel genoeg die benzinevaatjes pakte onderweg als je met de auto reed. Dan ging je brandstoftank leeg en dan moest je de auto drukken. Ja. Sloeg nergens op. Kijk, die Commodore 64 versie was gewoon, je,
je klikt, je logootje begint op een bepaald punt. Je rijdt rond. Hè, je stopt die spookjes, die hou je tegen. En je gaat dan rijden naar je volgende bestemming. Onderweg kom je die gele spookjes tegen. En je rijdt met de auto van links naar rechts. En je zuigt die kreng op met die ghost vacuum op je dak. En klaar. Ja. Dat was alles. En inderdaad, die Super Nintendo, of die Nintendo versie, die had benzine. En dan moest je naar de pomp. En dan moest je. Nou, dat sloeg echt helemaal nergens op. Die heb ik. Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Ik heb hem liggen. Ik heb hem ook ooit een keer mogen spelen op een Super Nintendo. Of op een Nintendo. Een NES. Ik heb zelf geen NES. Maar ik heb hem wel mogen spelen. En ik had gelijk zoiets van, oké, ik snap dat deze echt zwaar K met peren is. Ja. Ik vond hem waardeloos. Ja, maar ook die 22 trappen die je moet lopen, joh. Dat eindlevel, dat is ook zo. Ja. Dat is een groot verschil met de Commodore 64 versie. Ja. De Commodore 64 versie, als je dan op een gegeven moment het gehaald hebt, of nee, het eerste gedeelte gehaald hebt, dus hè, je hebt Stay Puft een paar keer tegengehouden, je hebt genoeg geld verdiend. En op een gegeven moment is die PKI energie op 9999. Dus hè, dan is het dus Max. Dan is Gozer die komt. Dan gaan de Zool en de Keymaster. Die bewegen naar het Zool gebouw. Of naar het, ja, Zool. Ja, Zool building. Zool building. En dan ga jij daar ook naartoe. Nou, dan stop je het auto. En dan zie je dus die steepuff. Die springt heen en weer tussen de deuropening. En ja, tussen zijn benen is een deurtje. Daar moet je naar binnen. Nou, dan moet je er dus timen. Dat je met twee Ghostbustertjes zo... Het time dat je... Hop, ja, en dan ook nog button bashen. Nee, bij de Commodore 64 niet hoor. Nee, maar op de NES wel. Op de NES wel. Maar wacht even. Button bashen. Ja, nee, maar ik ben dus even aan het vertellen hoe simpel het op de Commodore 64 was. Want dat is nog zo staan. Ja. En dan even goed timen. Hop, je glipt naar binnen. Tweede, hop, glipt naar binnen. En dan ga je automatisch... Dan als het ware, dan ga je in een soort sneltrein naar boven. Dat zie je ook niet. Dat zie je alleen aan de buitenkant van het gebouw. Schiet je naar boven. Zie je, ja, twee Ghostbusters staan die de stralen kruisen. En dat die tempel van Gozer die breekt dan af. En dan... Ah, bam. En dan is het gewoon gehaald. Hoe? Dan heb je het gewoon gehaald. Hoe? Maar volgens... Precies. Ah. Ja, hopelijk mag ik dit wel blijven doen. Want ik mag niet meer Danny Elfman doen. Ik mag andere dingen niet meer doen. Dus dit mag ik dan wel blijven doen. Maar die... Als je dan helemaal bij die Nintendo-versie... Dan moet ik heb hem nooit gespeeld, hoor. Dus dit doe ik alleen maar op herinnering. Maar voor mij is het buttonbashen. Ja. En dan? Weet nou dat? Ja, buttonbashen. Net zolang totdat je aan de top bent. Alleen, die spookjes, die gaan met jou mee. Het beeld scrolt als het ware naar boven. Maar in plaats van dat die spookjes dus gewoon uit beeld verdwijnen... scrollen die mee. Dus die spookjes die blijven altijd in jouw buurt. Dus je moest elke keer met die ghost bait, of in ieder geval dat ghost voer, daar komen ze dan op af. En dan moest je heel snel button bashen om heel snel naar boven. Want je had volgens mij maar 3, 4, nou laten we zeggen 5 seconden de tijd om dat te doen. En dan kwamen die spookjes, die kwamen weer bij dat bait weg. Oh. En dan waren ze weer op de plaats waar ze net waren. En dan was je weer dood. Dat was zo klote. En dat moest je dan hoeveel verdiepingen? 22 keer moest dat. 22 trappen. En een lamme duim, jongen, dat je ook een keer had. Ja, diegene die dat bedacht heeft, is toch gewoon misdadig? Maar daarvoor hebben ze Game Genie bedacht. Kon je er gewoon langs? Nou, dat werd gewoon heel snel. Ging volgens mij gewoon automatisch. Zo. En als je dan boven was, had je dan ook nog weer volgens mij dat je dan op Gozer moest schieten? Of was dat een ander spel? Nee, dat wel, ja. En dan was je ineens met twee Ghostbustertjes. Dat ik bij mezelf dacht van, ja, waar is nou die derde dan? Toch weer drie, hè? Ja, over het algemeen waren het altijd weer drie Ghostbusters. Maar de finale waren twee Bustertjes maar. En weer geen Winston. Echt, hè? Weer niet Winston. Ja. Want ik zie het inderdaad, zie ik ze nog lopen met die groene overaltjes. En volgens mij hadden ze er een pet op zelfs. Dat sloeg helemaal nergens op. Ja. En dan, maar dat waren drie blanke poppetjes. En geen Winston. Weer niet. Ja. Echt, hè? Ja, wend er maar aan.
Ja, nee, oh god. Weet je, ik accepteer de beperkingen van het systeem. En ik kijk, nu is dat met alles wat ze kunnen ook veel eenvoudiger relatief. Maar moet je nagaan dat je dan voor één kleurtje, moest je dan voor het donkere poppetje, moest je alles weer opnieuw programmeren. Nou, ik ben toen, in die tijd ben ik een keer bezig geweest, een hele middag met codes schrijven en intikken en doen. En toen had ik na 3-4 uur werk het voor elkaar dat er een pingpongballetje van links naar rechts tik, 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 tik over het scherm ging met een geluidje erbij. En dat was me toch een einde code. En ik denk, jee, maar als je dan inderdaad Winston erin zou moeten zetten, nou, volgens mij wordt hem niet hoor. Dus ik snap het wel. Ik wil het spel, het loodt zich gewoon niet. En niemand vond dat toen belangrijk. Alleen ja, nu gaan mensen naar kijken en valt het op dat hij echt in heel veel spellen ontbreekt. Goed, welk is het volgende spel, Mark? Dat je Ghostbusters 2 op de, ook op al die consoles. Dus ook op de Commodore, op de, toen kwam inmiddels had je ook de Amiga, de Atari 2600. Jeetje, die is op veel dingen geweest. Maar ook op de NES. En ook daar had ik hem op. Op de NES? Wat was de NES-versie, weet je nog? Nintendo. Ja, nee, ik weet wel wat de NES is, maar ik ken de versie, zeg maar even niks. Was dat je dan... Dat is waar ons intro-liedje uitkomt. Ja, maar is dat dan die versie... Nee, dat is niet die HoloLab. Nee. Dat is niet de nieuwe Ghostbusters. Ja, nee, die Activision Ghostbusters. Ja, dat je dan moet lopen dat je slijm schiet de hele tijd. Ja. Ja, die. Okay. En dat je bij 20 logootjes een extra leventje krijgt. Is dat ook waar die ontzettende achtelijke Ecto 1 rijscène in zit? Ja. Ja, dat meende ik al. Dat is die. Oké. Dat is de Activision versie. En dat is inderdaad ook een rukspel. Maar die is in ieder geval wel beter dan Ghostbusters gewoon. Nee, toen kwam later inderdaad die HoloLab. Want dat is waar je die van bovenaf. Die later ook op de Game Boy is verschenen. Die is heel leuk. Die is heel leuk. En dat is het eerste spel waar Winston ook in zit. En Louis Tully zelfs ook. Zelfs Louis, ja. Wat zeggen we? Ja. Daar zit zelfs Louis in. Ja. You want some, Mr. Tully? Met zo'n koffie, met het al. En wat ik me met dat spel kan herinneren, is weet dat ik had mijn arm toen gebroken en ik moest thuis blijven en ik was zielig, heel zielig was ik. En toen had mijn vader had toen speciaal omdat ik een gebroken arm had voor mij die Advantage controller gekocht met yeah. Nieuw Ghostbusters 2. Wauw. Dus doordat ik had mijn arm dusdanig gebroken, of tenminste mijn pols, dat ik zo in het gips zat. Dat ik mijn NES-controller niet normaal kon vasthouden. Dus toen heeft hij mij die advantage gegeven. Waardoor ik dus met mijn arm op dat ding kon rusten. Ik natuurlijk gewoon die joypad had. En alleen maar met mijn vingers hoefde te spelen. Ja, echt super tof. En dan zat een turbo-modus zat erop. Dus dan ging het spel ook veel sneller. Nou, ik vond het een heel moeilijk spel. Ik vond hem heel... Ik vond het van schieten... Heel moeilijk. Ja. En wat ik ook heel raar vond, is dat je dus alles tig keer moest doen. Je moest dus bijvoorbeeld van het museum of van de sewers, moest je 4 keer moest je erdoor met 4 Ghostbusters. Maar wel 4 keer hetzelfde. Nee, je bent nu weer bij de Activision versie. Ben ik daar weer bij? Ja, dat is die Activision versie. Ja, dat is die Activision versie. Ja, dat bedoel ik ook. Maar die vond ik heel raar. Ja. Ja, die was ook heel raar. Er zaten patronen in. Dat kon je geen kaas van maken. Nee. En je ging constant dood. En dan had je die Statue of Liberty level. Dat was een soort Space Invaders. Ja. Het dat was raar. Dat was echt een heel raar level. En Viggo die heeft niet eens. Nou ja, die. Als je inderdaad dat level met alle. Die moet je dan 4 keer overdoen. En als je dat gedaan hebt, dan komt Viggo uit zijn schilderij. Maar er gebeurt niks. Die gaat dan de lucht in en is verdwijnt. Ja, Viggo denkt, ja, dag. I'm out of here. Ja. I'm going back to San Fernando Valley. San Fernando Valley. Ja, zou wel denken. Ja, maar ik. Ik heb die nooit... ik heb wel gespeeld uiteindelijk, maar niet...
niet heel veel. Mijn eerste contact, of eerste Ghostbusters videogame, Ghostbusters 2 videogame, was de Commodore 64 versie van Ghostbusters 2. Ja. Die vond ik echt awesome. Dat was ook wel vrij gepixeld nog. Dat was niet heel strak. En toen kregen wij op een gegeven moment via kregen wij een Commodore Amiga. En dat was hetzelfde spel, maar dat was in één keer veel beter qua kwaliteit. Daar zat spraak in, daar zat een hele coole soundtrack in, hele coole, voor die tijd herkenbare geluiden. Ja. En net als de Commodore 64 versie, 3 leveltjes, de sewers, dus dat je dus het slijm gaat halen uit de Van Horn. Lopen met de Statue of Liberty en natuurlijk dan het eindgevecht met Vigo. En wat ik altijd heel jammer vond aan al die games, dus ik heb hem op Commodore 64 gehad, ik heb hem op de Amiga 500 gehad en ik heb hem op de Atari 2600 gehad. Mm-hmm. En ik vond het bij alle versies zo jammer dat de Scolari Brothers courtroom gedeelte er niet in zat. Ja. Dat werd gewoon compleet overgeslagen. Dat vond ik echt heel jammer. Ja. Ja, dat kwam bij die Dynamics pas. Ja, dat kwam inderdaad bij die Dynamics pas. Ik zit even te kijken, want ik zat net even te klooien op mijn telefoon, omdat we heel mooi die lijst hadden. En ik had een prachtige lijst. Maar in één keer ben ik die kwijt. Is die lijst weg? Nee, die is niet weg. Maar mijn telefoon liep vast en toen op een gegeven moment, ja, nu kan ik die op Ghostbusters Wiki die lijst niet meer vinden. Geweldig, hè? Ja, echt geweldig. Maar goed, ik kijk nog even of ik op video games. Ik raak helemaal in paniek, joh. Nee, joh, niet doen. Nee, joh, Rick, ik ben helemaal niet. Mensen kunnen ook naar voren. Ik heb hem al weer. Maar dat is inderdaad, standaard Ghostbusters 2 was inderdaad op Commodore 64, 128, hetzelfde verhaal. Atari ST, Amiga, dat is ook hetzelfde verhaal. Amstrad, MSX, Spectrum. Oh, moet kijken. 48k en 128k. Ja, kilobits hebben we het dan over, hè? Oh, kilobatjes, dat is niks, joh. De rekenmachine van mijn telefoon vraagt meer. Ja, het is echt onvoorstelbaar hoe ze toen hele spellen daarvan hebben kunnen maken. Ik bedoel, we hebben nu spellen van 63 gig. Ja, niet normaal. En dan vraag jij je af van, GTA bijvoorbeeld. Ja, ik moest laatst even een updateje doen voor... Star Wars, ja. Is wel 40 gig. Ja, ik begrijp het ook niet. 40 gigabyte dan updates. Ik denk, wat ga je... Dat is een compleet nieuw spel, maar goed. Een spel waar je geen kloot aan hebt. Ook nog, hè? Oh ja, ik zie hier... Oh, weet jij nog, die Dynamics Ghostbusters 2, die hebben wij gespeeld. Ja. Bij Bart van het Home Computer Museum. Ja. Op de verzameljaarbeurs. Op de verzameljaarbeurs, die hadden hem staan en dat geluid was afschuwelijk. Ja. Vooral als je schoot. Oh, je... Ik denk, hij was er heel trots op. En dat snap ik ook. Het is best wel een moeilijke versie om te krijgen op een werkende oude PC. Ja. Dat is het gewoon. Ah, die was voor de MS-DOS, dat spel, toch? MS-DOS, ja, dat was voor de Microsoft. Ja, ja echt. En wat ik zo stom vond aan dat spel, was niet het spokenvangen, want dat was wel gaaf. Maar op een gegeven moment moest ik ontsnappen uit het gesticht. Met mijn Jack Hardemeyer had je erin gegooid. Of nee, het spel zei volgens mij dat Judge Wexler je naar het gekhuis had gestuurd. Ja. Die mafketels eruit halen. Ik denk, nou, hoezo? Het is nog nooit een thema geweest in een Ghostbusters spel. En in één keer moet ik ontsnappen uit het gekhuis. Ik vond een hele rare versie. Maar het is wel de game met de jogger, met de Scolari Brothers. Ja. Misschien was deze iets te movie accurate. Want ze worden wel naar het gekhuis gestuurd. Ghostbusters 2 worden ze wel. Wel, maar om er nou weer een heel nou een level maken. Van. Ja, precies, dat bedoel ik. Dat je dan moet ontsnappen, dat vind ik een beetje gek. Ja. Nou, inderdaad. Ghostbusters 2 is van de Nintendo, dat hebben we net besproken. Hè? Gewoon de normale. Dan heb je de New Ghostbusters. Dat is die met die kleine chibi-achtige poppetjes, toch? Ja, die ook op de Game Boy uiteindelijk. Die op de Game Boy is. Dat is eigenlijk, ik vind zelf...
van alles wat op deze lijst staat, een van de leukste Ghostbuster games. Is de leukste. En waarom? Nou, want als je hem aanzet, is het één grote Ghostbuster vibe. De soundtrack zit er gewoon in. Ja. Hè? Flip City zit erin. We're Back zit erin. Alleen die eerste level, dat kon ik niet plaatsen. Maar dat zal ook wel iets herkenbaar zijn. Dat tip, 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 tip. Ja, schrikkelijk zenuwliedje. Hey, hoe? Laat maar. Ga ik weer zingen. Gaan we niet doen. Ja. Nee. dat was... Ja, nu... De Ghost Train zat erin. Ik weet niet hoe heet het. Met die zombie hoofdjes in dat riool. Hallo! Die zaten er ook in, ja. Ja, die zaten er zelfs in. Het zat de Subway System, dat zat er allemaal in, ja. Ja. Echt een geweldig spel. Ik heb hem wel. Ik heb hem dus wederom niet op een werkende console, want die heb ik gewoon niet. Maar ik heb hem wel geëmuleerd op mijn laptop en op mijn telefoon. Ja. En ik moet zeggen dat echt zo'n guilty pleasure is om af en toe even lekker aan te zetten. Je hebt je main Ghostbuster, dus je kunt kiezen wie je wil. Ja. En dan loopt de tweede Ghostbuster met je mee. En jij schiet en hij vangt. Ja. En dat geeft af en toe wel eens een keer een beetje storing. Want dan heb je dus dat je het tweede poppetje, die bestuur je niet. Die loopt gewoon achter je aan dat hij vastloopt. Nou, dan ben je de Sjaak, want dan kun je het spel erop uitzetten. En dan doet hij helemaal niks meer. Ja. Maar, of het tweede poppetje blijft achter een gesloten deur hangen, waardoor je weer helemaal terug moet lopen, omdat je poppetje dat je poppetje weer vrijkomt. Ja. Dat had ik ook altijd. Altijd. Altijd vastlopen. Maar, wereldspel. Wereldspel. Echt. Serieus. Toen kwam Ghostbusters ineens weer terug op de Sega. Die Master Systems. Eerst de Master System en later op de Genesis. En die op de Genesis, die is eigenlijk wel vetter als die van de nieuwe Ghostbusters 2. Ja, qua graphics zeker. Ik moet trouwens even corrigeren, want ik zeg net die Atari 2600 van Ghostbusters 2. Maar die heeft maar twee levels. Die heeft niet alle levels. Die mist... bij mijn weten het laatste level tegen Vigo. Het is alleen statue lopen en sewers in. En dat andere level dat je dus met de vier Ghostbusters nog weer tegen Vigo moet. En tegen Janos. En wat je op de Commodore 64 wel hebt. En op de Amiga en al die systemen. Ja. De Atari 2600 heeft dat niet. Maar goed, die Atari 2600 versie val je ook geen buil aan. Want het is gewoon poep. Ik heb hem gekregen van Natalie Laura. Die heeft hem mij opgestuurd uit Australië. Super, super lief van haar. Ze op een gegeven moment, we waren aan het kletsen. En ze zei, heb je dit? Ik zei, jeetje, dat is de Atari 2600 versie. Heb je die niet? Ik zei, nee meisje, die heb ik niet. Nou, ze zei, je mag hem hebben van me. Dus die stuurde ze op, samen met nog een paar andere leuke dingetjes van Answer the Second Call. Hè, waar zij dus ook echt heel veel mee bezig is. Even promoten, want dat is gewoon hartstikke lieve meid. Die gewoon super goed haar best daarvoor doet. En... ook het blijven doen vind ik wel heel lief. Eigenlijk heel tof trouwens, ondanks dat het nu Afterlife is. Dat zij dan steeds zegt van, joh, ik blijf toch hopen dat... Nou, ik vind dat wel even een... wel noemenswaardig. Ik vind het wel even goed en gemotiveerd dat ze zo ermee bezig is. Maar goed, even terug. Die Sega had inderdaad een versie. Dat is die versie... Die eerste versie was hetzelfde als de... Commodore 64. Commodore 64 en de NES, ja. Maar ik weet alleen niet of daar inderdaad ook dat button mesh verschil in... Dat weet ik dan niet, maar... Dat weet ik ook niet. Ik heb hem wel liggen. Ik heb hem zowel los als in cartridge. Maar ik heb hem nooit gespeeld. Nee. Ik heb hem nooit gespeeld. Ik heb hem alleen van playthrough video's. En heel eerlijk heb ik die half gekeken. En denk, het is echt... Ja, nu het zegt, dom. Toen ik het naar keek, dacht ik, het is precies hetzelfde als wat ik al ken. Dus laat maar. Ja. Dus ik heb daar verder ook geen moeite meer voor gedaan. Ik dacht, dikke doei. Dat wel best. Maar ja, inderdaad, ik weet niet of die button bij is. Mensen, als jullie het weten, zet het er even bij in de comments. Nee. Help ons even mee. Help de Ghostbusters de winter door. Het kwam later die Genesis inderdaad. En dat is gewoon een 2D game.
Met echt Peter, die ook echt lijkt op Bill Murray. Met die wat grote hoofdjes, hè? Ja, met grote hoofdjes. Ja, oh, soort Funko-poppetjes die rondlopen, ja. Die is goed. Dat is een mooie les. Met die koffiekopjes die je ongeveer 50 keer moet raken, willen ze uiteindelijk kapot. Ja. Ja, maar toch. Maar die hadden hele gave eindbazen. Ja, dat was Stapef was een van de, weet ik nog wel, op het dak. Ja. Ja, en die multiple women, die spirit, die zich kon multiplyen. Maar dat, ja. dat je kon schieten tot je een ons weegt, tenzij je de originele spirit raakte. Ja. En dan had je nog die hond met die zijn hoofd, een soort goochelaartje leek het net. Echt, hè? Geweldig. Ja, dat was echt een mooi spel. Het zag er ook echt super, super kicken uit. Gewoon heel gaaf uit. Wat was dat? Dat was, ik was even aan het kijken en... commercial. Ja, dit is die commercial van Ghostbusters 2. Die hebben ze bij Ghostbusters Germany, hebben ze die online gezet. Oh, nou, leuk. Hartstikke goed. Nou ja, ik vind het wel een beetje jammer. Ja, een beetje link wat ze dan doen is een watermerk. En dat heb ik altijd zoiets van, joh, doe dat nou niet. Dat is stom. Ja. Ja, het is niet echt slim, want dat, als ze lullig willen, dan gaan ze lullig doen. Ja. Maar goed, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar goed. Vervolgens kwamen die arcades, waren toen helemaal hot. Mm-hmm. Toen kwam de Real Ghostbusters met een arcade versie. En de Real Ghostbusters kwam vervolgens op de Game Boy. Nou, daar hoef je nu voor ook niet meer voor een goedkope prijs naar te kijken. Die had jij toch? ja, die heb ik hier liggen, ja. Dus die Real Ghostbusters, ja. Arcade, die Real Ghostbusters game... Ja. Ik moet het nou een beetje aan mijn hoofd doen, maar komt goed hoor, jongens. Ben je nou weer die lijst kwijt? Nee hoor, is goed. Maar die Real Ghostbusters game van de Game Boy, dat was toch gewoon eigenlijk een soort port van Garfield? Of Bugs Bunny's Crazy Castle. Dat was hem, Bugs Bunny's Crazy Castle. Nou, dat hele spel, ik heb dat die playthrough wel gezien, dat had geen ene ruk met Ghostbusters te maken. Helemaal niks. Je tegenstandertjes ook niet, tenminste je vijandjes. Nee. Gewoon wandelende heksenhoedjes. Ja, Peter Venkman. Je was voor mij Peter Venkman. Ja. En daar hield elke bandverbinding link met Ghostbusters ook wel echt op. Echt op. Levels waren ook gewoon gekopieerd, hè, van de Crazy Castle. Ja. Het was gewoon een poort. Alleen ze hadden dus bepaalde dingetjes aangepast dat het op Ghostbusters leek. Maar voor mij hebben ze zelfs niet de moeite gedaan om er ook bij verder iets van een sound of wat dan ook in, dat het Ghostbusters. Nee, zelfs was hetzelfde. Jij hebt hem toch liggen? Dat spel, dat heb jij toch? Ja, die heb ik hier. Ja. Maak hem eens open. Nee. speel hem eens en kijk eens. Nee. jij wil ook niks. Tomma, ik denk, kom even voor onze podcast, doe nou dan. Nee, joh, lijp, hij zit nog in de folie, gek. Ga het er niet doen. Maar inderdaad, die Real Ghostbusters... En heb je nog de Real Ghostbusters arcade game. Die had je dus in arcadehallen, dat weet ik wel. Ja. Ik heb hem op de Commodore Amiga heb ik hem gehad. Ik heb hem ook op de Commodore 64 wel gehad. Ik vond dat een heel frustrerend spelletje. Ja, ik vond het ook een heel zenuwachtige... Ik denk dat ik dat spel beter kon spelen met geluid uit. Ja. Heel zenuwachtig muziekje zit erin. Heel erg hectisch. Hit detection van Jan. Geen scheldwoorden noemen. Niet een heel goed werkende hit detection. en de sound leek er niet op. Het enige wat ik wel. Ik vond het niet leuk. Maar wel herkenbaar was dat Ghostbusters deuntje. Wat in het spel zelf, als je aan het spelen was, speelde dat heel erg upbeat en vrolijk was. Maar ja. bij tijd en wijle inderdaad, wat jij zegt, te vrolijk, te veel van het goede en te zenuwachtig. Waardoor je heel nerveus ervan, man. Ik ben er heel nerveus van. Ik weet wel dat ik dat speelde toen op de Commodore 64 thuis. En dat dan regelmatig mijn moeder riep van, joh, nou, zet even dat ding zachter. Echt. Terwijl ze met de Commodore 64 Ghostbusters gewone game, ach ja, dat was gewoon een deuntje. Maar dit was zo zenuwslopend nerveus. Ik vond hem echt niet aan. Ik vond hem ook niet aangaan om te luisteren. Het spel sloeg ook nergens op, vond ik zelf. Het was een heel raar spel.
Ja. Oh ja. Schrikkelijk. Zo. Word nou wel zenuwachtig. Yep. Verschrikkelijk zeg. Ja, en het sloeg nergens op. Je liep gewoon van A naar B. Ja. Versloeg een baas. En je eigenlijk schoot... Ja, dat vond ik dan jammer. Je Ghostbuster schoot kogels. Ja. En ja, maar heel af en toe ook een Proton Stream. Als je dan de vuurknop ingedrukt hield... dan werd het een Proton Stream. Alleen dat ding had beperkte lading... en dan was je ding leeg. Dus dan had je er niks meer aan. Dus met andere woorden... datgene wat een Ghostbuster nou echt een Ghostbuster maakte... de Proton Stream... dat kon je maar heel beperkt gebruiken. En de rest, dan schoot je gewoon spook overhoop. No. Ik vond het maar een heel gek spel. En op een gegeven moment had je dan zoveel sleutels... en dan stond er... all keys have been collected, you have saved the city, well done. Nou, bedankt hè! Bedankt hè! Ja, echt hè! Heel raar. Ik heb... En dat vond ik wel... Want dat was in de real Ghostbusters hype natuurlijk. Hè? En daar logisch dat spel uitkwam. Maar die poppetjes, die leken ook niet op de real Ghostbusters. Dat kon je niet zeggen, oh, dit is Egon, dit is Peter, dit is Ray. Ja, dit is Winston. Ja, op kleur herkenbaar. Maar ook rare kleuren. Geel. Ik weet dat ze blauw, heel fel blauw, het overalletje. En dan een soort poepbruinig harnasje. Dat kan ik me nog herinneren. En echt kleuren die totaal niks met Ghostbusters te maken hadden. Niet met de real Ghostbusters, want die hadden dus wel kleurenuniformen. Ja. Maar ook daar leek het niet op. Het leek helemaal nergens op. Ik vond het een heel, heel raar spel. Ik heb hem wel. Ik heb hem op mijn Amiga. Ik heb hem op mijn Commodore 64. En ik heb ergens nog een cassettebandje ervan liggen. Ik heb hem op de Commodore... Amiga, volgens mij met wat ze dan noemen een trainer. Hè? Dus dat die kun je unlimited life en unlimited health. En dan kun je gewoon, hoef je niet eens je best te doen. Dan loop je er gewoon dat doorheen. Ja. Maar zelfs daarmee kon ik me niet tot het einde weer brengen. En dan denk ik, oké, ik ga hem nog een keer doen. Nee, ik vind het wel goed. Ik geloof het wel. Een hele partij sleutels. Bedankt hè. En nog een keer. En dat was ja, echt heel leuk. En in de arcadehallen heb ik hem nooit gespeeld, eerlijk gezegd. Daar heb ik hem ook nooit gezien. Data East was die van, volgens mij. Ja. Data East, ja. Voor mij al lang over de kop inmiddels, maar goed, oké. Okay, ja, al lang. Zijn er na de Extreme Ghostbusters gekomen met een hele zooi. Echt gigantisch. En dat allemaal in, nou ja, het meeste kwam in 2001 uit. Ja, echt allemaal 2001, 2001. En eentje in 2002. En eentje in 2004. En eentje Extreme Invasion is dan in 2004. Nou, ik Extreme Ghostbusters videogame released. Ik zeg me helemaal niks, joh. Zep, ja, Ghost... van de Game Boy Color, die ken je toch wel? Nee, dat je ook met dat in dat ectootje moet beginnen. En dan moet je klokjes, wekkertjes moet je vangen. Dat gaat helemaal nergens over. Dat lijkt een beetje op de Back to the Future van de NES. Is dat niet Code Ecto One? Is dat niet, dat is die toch? Ik heb geen idee. Is dat Light and Shadow? Oh, dat zou best kunnen. Ja. Dat zou best kunnen. Ja, dat is Code Ecto One. Die jij net met die wekkertjes. Ja. Met die wekkertjes, dat is Code Ecto One. En die jij bedoelt, even kijken. De eerste Extreme Ghostbusters is van de Game Boy Color. Ja. En dat is... dat is wel... Ik weet niet hoe die gaat. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook echt even moet zoeken nu. Nou, kom dan naar Wikipedia. Ga dat even... Oh nee, dat is een gallery. Dat is heel wat anders. Nee. We zoeken hem nu op. We zoeken ik ga hem nu, op. Nu zoeken. Ja, ik heb de artbox heb ik hier wel. April, 2 april 2001. Maar is er verder geen screenshots van het spel? Ja, ik ken hem niet. Ik ken hem echt niet. Sorry. Game Boy Color. Moment. Ik heb hier iets. Heb jij hem? Ik heb hem echt niet. Ja, dat met dat ectootje wat ik net zei. Dat is inderdaad Code Ecto One. Mhm. En ik heb hier nu de versie van de Color. Ik zeg helemaal niks. Oké, dit zie ik echt voor het eerst. Ja, ik ga het ook even kijken. Misschien zet hem wel even onder de... Hij lijkt een beetje op Robocop van de Game Boy. Lijkt heel erg op. Oké, ja, dan heb ik wel beeld, ja. Nee, ken ik die niet.
Ik ken het hoesje trouwens wel. Ik heb de cover wel gezien. Oké, okay, dat zegt me wel wat. Maar Eduardo ook hier in dit geval. En ik denk dat als ik verder in de game ben, dat je ook nog Kylie kan zijn, denk ik. Dat hoop ik. Mm-hmm. Kylie is echt awesome. En die... Ja, het lijkt heel erg op Robocop. Ik zie het echt voor het eerst. Hij lijkt heel erg op Robocop. Ja. Oké. Okay. Okay, dus vandaar dat ik... Ik ken hem niet. We gaan hem opzoeken. Misschien plakken we hem dan wel onder. Waarom niet? Hè? Dan heb je Extreme Ghost of Zap the Ghost. Maar dat is volgens mij een PC-spel. Nou, nu we toch op YouTube zitten, gaan we gelijk dat ook even kijken. Zap the Ghost, hè? Zap the Ghost. Ja, dat is een PC-spel. Dat is een top-down PC-spelletje waar je dus gewoon spookjes moet schieten. Oh, dit lijkt heel erg op... Jeetje, hoe heet dat nou? Dat je een soort pong hebt, maar dan dat je blokjes moet kapot... Het lijkt wel een beetje Space Invaders, man. Ja. Ja, precies dat. Ja, ik... raar. En een beetje Dr. Mario. Ja, ik... Dat is een beetje Dr. Mario-achtig ook. Toch wel typisch, hè? Dat al die Real Ghost of Extreme Ghostbusters een beetje aan ons voorbij zijn gegaan. Dat is toch wel typisch. Die zijn echt... Ja, toch wel aan mij voorbij gegaan eigenlijk. Ja, ik heb ze ook gemist. Ook deze zie ik voor het eerst. Ja, Zap the Ghost ken ik wel. Die kende ik. Ik weet wel wat het is. Ik heb niet. Maar, nou ja. Ik ga gelijk naar Creativity Center. Ja, maar dat is niet echt een spel volgens mij. Want volgens mij is Ghostbusters Creativity Center is meer een soort... creation studio. Net als wat je met Barbie hebt. Hè? Ja, jurkjes maken. En dus, YouTube kent het niet eens. Dus dit is... Print Studio. 5 games, coloring book, music, work, activities. Dat is echt een... hier visitekaartjes kunt drukken. En schilderen. En dat soort dingen. Dus, okay. Ja, dat is ook weer zo'n... Dat zijn allemaal van die spellen die zijn allemaal een beetje onder de radar geglipt. En ik denk dat er nu ook luisteraars zeggen van... Joh, waar hebben ze het over? Ja. Die gaan nu ook allemaal naastig googlen en dan denk ik, oh, wist ik niet. Ja. Creativity Center. Nou, die Panchinko heb ik opgezocht. Dat was een slotmachine volgens mij. Ja. En dan komen twee, die ken ik wel. Die kennen we wel, ja. Die Code Actor 1, waar we het net over hadden. En dan die Ultimate Invasion van de op PlayStation. Code Actor 1 vind ik heel vet voor de Game Boy Color. Ja. Die heb ik ook. Ik heb ook een Game Boy Color die het doet daarmee. En ik vind hem echt... Dope. Dat is echt een heel mooi spel. Je wisselt tussen Kylie en Eduardo. En ze hebben allebei voor- en tegens. Kylie die kan veel verder springen, maar heeft minder krachtige wapens. Die heeft gewoon dat pistooltje. Eduardo die heeft dan wel de proton pack en dan met een stream. Dus die kan veel sterker of veel harder knallen. Maar is bijvoorbeeld weer niet in staat om heel hoog te springen. Dus het is echt een tactisch spelletje waarin je dus steeds moet wisselen tussen je Ghostbuster... En het zit dus. Ik vind dat een hele. Die sequence met die Ecto. Vind ik echt heel leuk. Met dat rijden met die klokjes pakken. Mm-hmm. Ik heb toch een beetje dat Ghostbusters gevoel van. Oh, snel. Want ik. Weet je wel, ik heb alle tijd, doe maar kalm aan. Nee, maar echt toch racen tegen de klok. Om op tijd te zijn op de plek waar je moet zijn. Om de spoken te vangen. Dus dat vind ik echt heel tof. Nou, en vooral omdat je dus kunt spelen als Kylie Griffin. En Kylie Griffin, zoals jij net al zei. Zo, prachtig. Awesome. Kylie is awesome. Dus ja. Maar dat komt ook omdat zij is voor mij ook echt de held van de serie. Zij is ook altijd wel degene die met de conclusions en met de solutions ook vooral. En ja, super vet. Ik vond haar heel, heel tof, omdat ze een meisje was. Dat ook. Dat was toen die tijd, ja. Kan je nou niet denken, Ghostbusters als meisje, want dan ben je ineens, dan discrimineer je. Ja, nee, maar dat was toen heel apart. Dat je een meisje zag als Ghostbuster. Ik denk, wauw. Wat tof. Een meisjes Ghostbuster. En ze was wel badass, ook wel een beetje goth. Nou, het was net in die tijd dat gothic allemaal een beetje in opkomst was. Dus het was helemaal cutting edge. Dat was echt heel vet. Ja, en dan heb je dus Ultimate Invasion. Dat was de laatste. Van de, voor de PlayStation 1, zeg maar. Ja, en dat was... Dat was een shooter. Het is een first-person shooter. Ja, die kon je met zo'n gun doen, volgens mij. Ja. Maar ook gewoon met je controle. Ik heb hem. Ik heb hem en ik weet... Ik heb
hem liggen. Ik heb hem toen een keer gekocht voor 2 euro op een rommelmarkt. En hij doet het nog, dus whatever, het is prima. Ja. Ik weet dat ik hem gespeeld heb. Ik weet ook dat ik hem onspeelbaar vind. Hij is heel, heel moeilijk en ook heel moeilijk te zien. Ja, die spoken zijn zo pixelachtig. Ja, het is niet te zien en ik heb het idee dat het richten ook voor geen kloot werkt. Ja, ik heb echt het idee dat ik aan het richten ben nadat ik een halve fles klein video heb opgesopen. Zo. Weet je wel zo? Bedankt, hè? Bedankt, hè? Klein ja, precies. Ja, dan weet ik precies, hoe je je voelt. Toch wel, oké. Maar, maar ja, ik zat daar bij mijn controle te klooien en dan moet je... ik vind de controls waren heel onlogisch. Dat weet ik nog, dat ik dacht van, nou, dit slaat helemaal nergens op. Het kan ook zijn natuurlijk dat die geschreven is voor PlayStation 1 controllers, dat de 3 controllers zich daar gewoon niet voor lenen. Dat kan ook, hè, dat gewoon, weet ik veel. Ja. Maar ik vond het heel onlogisch met wegduiken. Ik miste alles. Tijd was snel om. Ik ging zo dood. Ik kon niet wegkomen. En het was een beetje zo'n... zoals ik me herinner was het ook een beetje een rail shooter. Zoals dat heet. Weet je wel? Dat is dus gewoon, je loopt van A naar B. Je zit achter een auto. Dan schiet je spookjes kapot. En automatisch loop je naar het volgende punt. En weet je wel zo. Nou, het is te vergelijken met House of the Dead. En wat ze hier ook in de wiki aangeven, hij leek heel erg op Time Crisis. Dus mensen die bekend zijn met die games, precies dat. Ja, nou dat. En ik vond, ik heb hem omdat ik hem goedkoop kon kopen. En het is Ghostbusters. En het was een spel dat ik nog niet had. Dus, nou ja, weet je, dan neem je hem mee. Ja. Maar ik denk dat ik hem in totaal niet langer dan 10 minuten in de PlayStation heb gehad. Omdat ik dacht van, nou, of jij krijgt vliegles, of ik stop nu met spelen. Ja, want anders een epileptische aanval. Ik had hem door de kamer gekeild, volgens mij, een rotspel. Ik heb echt hoor, dus zo. Toen is het een tijdje stil geweest, ongeveer. Dat is het 3 jaar of zo. En toen kwam, toen kwam er een mobile game, een puzzle game, kwam er toen uit in 2005. Heb je die ook nog gehad? Nee. Nee, die heb ik niet gehad. Dat ziet er wel leuk uit, maar ik heb hem niet gehad. Jij? Nee. Nee, ik had toen. Ik was toen niet echt in de mobile gaming. Nee, joh. Nee, mensen, WhatsApp bestond toen nog niet eens, of wel? 2005, dat is in de periode dat de BlackBerry zo hot was. Ja, ik. De BlackBerry Curve. Oh, BlackBerry. Bam, bam. Oh, BlackBerry. Sorry, jongens, ik wil jullie weer aan. Ik begin weer te zingen. Maar daar kon je niet op gamen op dat rotting. Dus dat, Cellphones on version. Sprint, T-Mobile en Sing. Nou ja, weet je. Dat zijn dingen. Ik zie het hier staan. It's a top-down puzzle game. Released in 2025. Dus dat is 2005. Voor cellphones on Verizon, weet ik veel. Sprint, T-Mobile en Single Network. Jongen, ik had toen volgens mij nog niet eens een fiets. Laat staan een mobiele telefoon. Ja, nee. Ik zeg die BlackBerry's. Ja, nou ja. Nee, ik weet, nee, dus ik, die heb ik echt niet gehad. Nee, ik weet heel zeker dat ik in die tijd, in 2005, geen mobiele telefoon had. Nee, had ik maar niet. Gelukkig 4 jaar later kwam The Game des Games. The Game des Games? Den eerste Ghostbusters game? Nee, nou, maar het was wel de beste, ja, de allerbeste, tot nog toe. Ghostbusters videogame, 2009, ja, is dat de 2009, beste? 2009, ja. Als je hem heel eerlijk bekijkt, is hij echt de allerbeste? Of is hij gewoon degene waar alles het mooiste lijkt? Oh, André, wat stel je nou een hele moeilijke vraag. Maar ik vind het wel heel interessant. Ja, maar hoezo? Vind je Remastered beter dan? Nou, nee. Nee, wat ik bijvoorbeeld bedoel is, kijk, je hebt Ghostbusters videogame 2009, dat is echt een heel geweldig spel. En iedereen die een beetje Ghostbusters liefhebber is, kent dat spel, heeft dat spel, heeft het in ieder geval gespeeld. Maar ik vind bijvoorbeeld zelf dat New Ghostbusters voor zijn tijd, hè, dus dat je hem even ook in de tijd plaatst dat hij uitgebracht is, veel beter, is het beter? Ik weet het niet. Je bedoelt nu die New Ghostbusters 2 van de Hall? Waar heb je het over?
Waar hebben we het net over gehad, joh? Ja, de nieuwe Ghostbusters 2, toch? Dat je ook Louis Tully kon selecteren. Ja, die, ja. Ja, oké. Okay. Ja, die, als je die dan even in die tijd plaatst dat die uitkwam... Ja. Zeg ik, oh, dat was... Dat een veel... Had dat spel veel meer wow dan Ghostbusters 2009. Ghostbusters Video Game in 2009. Ja, sorry hoor, maar dat vind jij. Ja, nee. Dat mag toch? Ja. Ja, vind ik wel. Nou, dit is voor mij echt veel mooier. Nee, hey. Ik had die wow factor had ik echt met dit 100%. 100 keer meer dan ja, nieuwe Ghostbusters. Ja, maar jij doet dan net alsof ik Ghostbusters 2009 geen mooi spel vind. Maar dat zeg ik. Nee, ja, maar dat, ja, nee. Ja, oké. Okay. Even in de tijd plaatsen. Dat toen dat spelletje uitkwam, dat ik echt zo... Oh, wauw, je kunt alle vier de Ghostbusters zijn, of alle vijf. Ja. En je kunt dit doen en je kunt dat doen. Kijk, en natuurlijk is die Ghostbusters 2009 is grafisch en qua mechanics een veel ingewikkelder en uitgebreider spel. Ja. Ja, tuurlijk. Maar in het moment dat het uitkwam in 2009, waren het dan wel spellen die dat ook al gedaan hadden. Weet je wel, niet al op Ghostbusters gebied. Maar er waren meer games die zo uitgebreid, zo groot, zo grafisch gelikt waren. En dus het was niet meer iets van... Dit is nog nooit eerder gebeurd. Alleen, ja, het is het eerste Ghostbusters spel wat het deed. Zeker waar. Nee, ja. Dat is... Het eerste Ghostbusters spel wat dat deed. En daarom was het natuurlijk fucking awesome. Daarom hebben we toen 2 dagen vrijgenomen. En alleen maar gegamed totdat we bijna van de stoel afflikkerden. Ja. Want ik kon dat spel niet. Want dat was wel zo. Maar ik weet nog dat ik toen... dat is eigenlijk wat ik bedoel. De sprong van toen het Commodore 64 spelletje... Wat heel simpel was natuurlijk. Na de nieuwe Ghostbusters bijvoorbeeld. Dat was echt leaps and bounds. Dat was zo verschrikkelijk groot stap vooruit in één keer. Ja. Dat was wow. Weet je wel. Kijk, en natuurlijk toen Atari dat aankondigde. Eerst dat was van Zootfly. En toen later kwam die dan via Atari kwam die uit. Ja, tuurlijk jongen, was ik daar blij mee. Zeker. Maar er waren al heel veel spellen van een dergelijk kaliber kwaliteit op de PlayStation 3. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Kijk, natuurlijk is Ghostbusters de videogame het beste Ghostbusters spel. Als je ze allemaal naast elkaar legt, is er maar één spel waarvan ik zeg, als je dan toch Ghostbusters wil spelen, dan speel je die. Dat is het spel. Hè? Daar zit alles in. Er zit een kick-ass verhaal in. Alle originele acteurs. Fucking coole equipment. En allemaal upgrades. Dus het linkt de films aan elkaar. Het is alleen maar wauw. Tuurlijk. Maar het is wel een spel die in een tijd uitkwam. Waar er al heel veel van dat soort spellen er waren. Die ook heel wauw waren. Ik kan zo even niks noemen hoor. Maar ja, ik noem bijvoorbeeld een Tomb Raider of wat dan ook. Dat was graag. Ja, Resident Evil. Ja. Resident Evil. Dat waren ook allemaal topspellen met kick-ass kwaliteit. Dus het was een super spel. Maar het was niks nieuws. En ik had het idee dat New Ghostbusters echt iets nieuws was. Toen het uitkwam. Ja, dat heb je zo, wel. Zo bedoel ik het. Ja. Dus niet dat ik, hè, dat ik zeg van Ghostbusters, de videogame, is niet wauw. Dat is die echt wel. Maar er waren al meer. Er waren al veel meer games die dit deden. Alleen dit was het eerste waar het Ghostbusters jasje in zat. Ja. Hè? En natuurlijk, oh, dat schiet me nou te binnen. Die verschrikkelijke paniek toen je op een gegeven moment hoorde dat hij gecanceld was. Weet je dat nog? Ja. Yep. Dat heb ik nog meegekregen. Ik weet nog goed, ik was beheerder van die Ghostbuster Hives. Toen hadden we Hives, hadden we toen. Ja. Dan was ik beheerder van die Ghostbusters Hives. En ik volop dingen erop gegooid van dat Zootfly. Die geheime, lekkende beelden. Van die Ecto en van dat mannetje die door die straten loopt. Geweldig. Venkman volgens mij, die daar liep. Ja, voor mij was dat Venkman, ja. Bijna zeker. En toen het inderdaad die canceling werd aangekondigd. En ik weet nog goed dat ik dat erop moest zetten. En dat echt iedereen ervan baalde. Iedereen. Allemaal glitterplaatjes sturen. En glitterplaatjes. Allemaal glitterplaatjes. Oh god. Mensen die man bij het hond kijken weten wat ik bedoel. En anders, ja. Forget it. Laat maar gaan, jongens. Gewoon laten gaan. Laat die oude man even een pleziertje. Ja, precies. Oh. Maar dat was echt erg, joh. Dat kan ik me heel goed herinneren. Dat,
Maar hoe mooi was het toen Atari het oppakte en het ineens wel doorging? Gat in de lucht. Gat in de lucht gesprongen. Ja, hij kwam. Die allereerste teaser trailer, weet je wel, van rule number one, don't cross streams. Ja, en die ene, is dat diezelfde trailer die dan zei, so pick up your proton pack and destroy the world. Nee, dat was echt een echte trailer, zeg maar. Ja, dat was de andere, hè? Die vond ik maar je had zeg maar drie regels, dat was don't cross the stream was rule number one. Toen kwam er nog een teaser trailer, dat was rule number two, don't look directly into the trap. Ja. En dan had je rule number three, en rule number three weet ik nu even niet. Rule number three, never forget rule number one and two. Maar, ja, ja. Maar dat is echt een kick-ass. Ik vond dat echt, ja, dat is, ja. Dat is echt een prachtperiode. En toen die dus op de mat viel en je kon hem installeren, wauw. En hij startte. Ja, jij hebt de Amerikaanse versie, hè? Ja, jij toch ook? Nee. Ik heb hem bij de Mediamarkt gekocht twee dagen voordat hij uit mocht komen. Ik heb twee versies. Ik heb een Europese gewone, ik heb een Amerikaanse. En ik heb een normale, die heb ik aan Oliver gegeven voor zijn verjaardag toen. Op dat verjaardagsfeestje. Oké, cool. Nou, dat is ook wel leuk. Nou, kijk, dat is nou niet echt een spel die je niet meer terug kan vinden. Want ik bedoel, je loopt een winkel in en hij ligt daar wel. Ja, ja. Game stores hebben er meestal wel. Maar ik heb inderdaad een Amerikaanse. Ik was als de dood dat hij hier niet uitkwam. Wist ik veel. Dus ik heb een Amerikaanse besteld toen. Helemaal niet gek hoor, als je dat dacht. Ja, weet je. Nederland is een gek land. Daarom, er ging zoveel aan Ghostbusters verloren en aan me langs. En ik kreeg de kans om hem te bestellen voor een goed prijsje in Amerika. Met shipping was ik niet veel duurder uit dan wat ik hier zou zijn geweest, achteraf. Dus ik denk, doe maar. En toen op een gegeven moment, toen vielen er twee Ghostbuster games op de mat. Want ik had... Toen had ik die Mani nog, wat jij ook had, volgens mij. Nee, dat was per ongeluk. Ik had er maar één besteld, en had me per ongeluk twee gestuurd. Dus, lekker. Lekker. En ja, ik heb inderdaad een Amerikaanse... Ja. ik had er twee. En ik weet niet, voor mij heb ik nog steeds twee. Ik heb voor mij twee. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Geweldig. Amerikaanse hoesjes. Ja, stel op zich heel veel voor. Staat er natuurlijk een andere tekst op. Maar verder voor de rest is het... identiek. Dus dat is verder dikke flauw. En daarna kwam die slotmachines. Ja, daar heb ik niks mee. Kan ik niks over zeggen. Dat zijn gewoon van die gok dingen die in de casino staan. Ja. Gewoon niet doen. Gewoon, ik ga alleen maar gokverslaafd aan. Niet doen. Sanctum of Slime vervolgens. Wauw. Dat is leuk, hè? Ik vond hem heel kicken. Ik vond hem echt heel kicken. Ik vond hem toen ik de trailer zag, vond ik hem al kicken. En toen we hem gingen spelen online, dat was echt een van de eerste spelletjes die je dan op de PlayStation 3 die ik echt online ging spelen. Met jou en met Jeroen. En met Jeroen ook, ja. Jeroen heeft voor mij Erwin nog een keer meegedaan. Erwin Smits, ja. Daar hebben we nog speciaal een headsetje voor gekocht toen. Nou, een apart headsetje voor gekocht. Hebben we met elkaar zitten gamen. En dat was echt, ik vond hem... dat spel werd helemaal afgefikt, hè? Ja. Helemaal afgefikt op internet. En iedereen vond het maar kloten. En het was een stom spel. Maar iedereen zat met Ghostbusters de videogame in zijn kop. Logisch. Ja. Dus iedereen verwachtte een soort tweede Ghostbusters de videogame. Maar Ghostbusters de videogame, daar was iets van 4-5 jaar in development vooraf gegaan. Dit ding was in 2 jaar eruit gepoept. Dus denk even na. Ja. Hè, dat natuurlijk wordt... Zij, 2 jaar? 2 jaar. Voor mijn gevoel hebben ze er 6 weken over gedaan. Nou, hij is in 2011 uitgekomen bij mijn weten, dus dat weet ik dan wel. En ik had hem gepreorderd toen in de Play Store. Ik had toen eerst die demo en dan kon je die demo op een gegeven moment upgraden. Ah ja. Kon je doen. En dat heb ik toen gedaan. Nou ja, heb ik gespeeld. Ik heb hem ook een paar keer uitgespeeld met jou en met Jeroen. En ik heb hem nog steeds op mijn PlayStation 3 staan. En af en toe, dan... Wil je dat wel eens een keer dan verzondigen en even een rondje doen? Het is niet meer zo leuk als dat het toen was, vooral omdat je het nu alleen moet doen. Hint, hint. Nee, ga kijken. Maar wat dat gezegd, dan gaan we dat natuurlijk gewoon... PlayStation 3 staat ook gewoon aangekomen, hoor. Ja, natuurlijk. Ik vind het geen leuk spelletje om alleen te doen, maar met een team van 4 is die gewoon geweldig. Ik blijf dat ene level dat je tegen die metro trein moet vechten, vind ik epic. Dat vind ik zo... Ja. Verschrikkelijk kicken. Dat is zo'n gaaf. Hele leuke basis is dat. Ja. Ja, hele leuke basis. Het is wel een nieuwe groep. Het speelt dus niet af met de originele guys. Het is een nieuw groepje. Het is voor mij een keer een andere realiteit, volgens mij. Mm-hmm, als ik de comics moet geloven.
Maar het is heel leuk. Je eindpaas is weer gelinkt aan Janos Poha, volgens mij. Ja. Allemaal hartstikke leuk en grappig en gaaf. Met de Hummer als een ecto. Ecto 8. Wat een ding, hè. Wat een ding. Nou, dan heb je weer een hele partij slotmachines, maar dat interesseert ons niet dat je Paranormal blaast. En dan moet ik even kijken of ik die ken. Volgens mij ken ik die wel. Die had ik op mijn iPad. Ook als Paranormal blaast dan, kerel. Is dat die met wat, wat nu heel erg lijkt op Ghostbusters World, zeg maar. Dat je cameraatje moet gebruiken en dat het lijkt alsof die spook door je kamer heen... Ja, die ken ik wel. Heb ik wel gespeeld. Vond ik wel oké. Okay. Op een gegeven moment was ik er wel heel snel klaar mee, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik, dat doe je even. Dat is even leuk en dan is het klaar. Dan was je ik was er klaar mee. Ik had er ook geen... Weet je, je batterij was zo leeg. Je accuutje van je telefoon was echt binnen de korte keren leeg. Nou, het was nog niet zoals Ghostbusters World dat je dan echt mee moest gaan lopen. Je kon het gewoon in je kamer doen en het leek net alsof je spoken ving in je kamer. Ja. Dus dat was wel grappig. Ja. Maar ik had nog niet echt het idee dat er heel wat te halen viel of zo. Ik bedoel, ik deed het wel en dan kreeg je level up en dan... Dat was wel grappig. Het enige wat ik echt kicken vond, ga ik weer, was dat een van die Ghostbusters was een meisje. En dat was een blond meisje en die vond ik heel leuk eruit zien. Dus dat vond ik wel grappig. maar verder voor de rest, nou, ik was er eigenlijk na een paar dagen wel klaar mee. Oké, leuk. En nu? Ja, maar hij is ook niet meer te krijgen. Ze hebben hem eraf gehaald, hebben ze hem nu. Hij is inmiddels eraf. Ik weet dat hij nog op mijn oude telefoon staat. Hij nog. Ik heb nog een oude telefoon liggen, dat is een reservetelefoon. Voor het geval deze kapot gaat. En daar staat hij nog op. Ik heb eigenlijk geen flauw idee of hij dat doet. Maar ik denk het wel. Maar... Ja, ik denk als je het spel nog hebt, dat hij nog wel kan spelen. Maar je kunt hem niet meer downloaden. Nee, je kan hem niet meer kopen. Maar nee. Moest je hem kopen of was die gratis? Nee, volgens mij... Voor mij moest je hem kopen. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb hem toen moeten... Ja, dat is iPhone, hè. Dus alles moet je kopen. Alles moet je betalen als het om een Apple gaat, hè. Alles, hè? Jullie Androids krijgen alles gratis. Ik, ja, Apple, joh. Moet... Oh, iOS moet altijd betalen. Wij moeten wel alles gratis, want de rest kost zoveel. nee, maar jullie hebben ook altijd reclame door je games. Daar heb ik geen last van. Daar heb ik wel geen last van. Even kijken. Dus dan inderdaad, dat was die. Heel kort gespeeld. PKE Meter Ghost Hunter zegt me helemaal niks. Ken ik niet. Dat is niet echt een spel. Waarom zetten ze die nou tussen? Dat is gewoon een app. Bedoelen ze nu die PKE Meter, die soort roleplay? Ja, dat dingetje dat je zo'n PKE Meter op je telefoon kunt zetten. Dat is een beetje flauw. Die hoort er niet tussen, vind ik. Ghostbusters from Beeline, die ken ik wel. Ja. Dat was zomaar zo'n puzzle fighter, klopt dat? Ja, RPG. Puzzle Fighter, was dat? Nee, een RPG, die Beeline. Dat is die dat je die had je ook op mijn iPad en dan kon je die. Oh ja. Dan moest jij eerst een set doen. Dan was het spook weer aan de beurt. Dan was je medespeler was aan de beurt. Dan was er weer een spook aan de beurt. RPG noemen ze dat toch? Ja. Role-playing games. Ja. Nou, omdat ik geen Apple heb, want het is alleen voor de iOS geweest, ik ken het spel niet. Ik ken het spel echt niet. Ik ken hem niet. Oké. Toen kwamen de Girls. De Girls, Ghostbusters 2016. Ja. Leuk. Dan hebben ze het over Slime City. Dat is die puzzle game. Nee, Ghostbusters Slime City is dat spel waar je... Dat is die mengelmoes tussen waar je dus gewone proton packs kunt kopen en een reboot proton pack kunt kopen. Oh, ja. En dan kun je ook echt erop... uit. Ik heb die wel gehad, maar op een gegeven moment werd dat echt, en toen kwam ik, wat ik dus bij al die krengen heb, is die paywall, weet je wel, dan moet je op een gegeven moment moet je gaan betalen om het te kunnen spelen, en dan ben ik, weet je, of je moet 10.000 jaar hetzelfde level doen om het geld te verdienen, of je betaalt €20, ben je in één keer langs. Ja. Ja, toen was ik er klaar mee, ik zei, oké, dat gaan we niet doen. Dat was Slime City. Dan heb je inderdaad de videogame van 2016. Dat is een soort vervolg op Answer the Call. Hè, met een ander team die dan waarneemt. Wat heel erg lijkt op Sanctum of Slime. Ja, alleen betere grafische kwaliteit. Ik vind hem wel leuk, alleen ik vind het wel een heel langdradig spel. Zo. 50 minuten minstens per level. Per level. Nou, je bent echt een middag kwijt. Hè. We hebben toen een playthrough gedaan online. Hè, bij jou toen.
Ja. We zijn 4 uur aan het spelen geweest en we waren nog niet op de helft. Dus dank je feestelijk. Dat is echt heel... En dan wordt hij eentonig. Dan wordt hij echt heel eentonig. Dus dat is wel jammer. Nou, dan heb je Ghostbusters VR nog. Ja. Ja, extreem kort, maar ook extreem leuk. Extreem leuk. Zo gaaf. Extreem leuk, extreem kort. Extreem niet aanwezig, want ik heb hem niet. Ik heb hem alleen bij jou gespeeld. Extreem niet aanwezig. Ja, ik heb hem niet. Ik heb geen VR, dus ik heb er geen klap aan. Nee. Dus ik heb het gewoon maar gelaten. En, maar je hebt het wel kunnen ervaren bij mij. En het is, maar ja, ik weet nog hoe jij hebt staan genieten met die moment dat je ons... Ik vind hem awesome. Je die slijmer kon vangen, dat je echt zo die reactie... Oh, stond die hoor! Ah! Ja, maar dat is ook zo. Want het is ook wel een hele gewaarwording, het spel. Ja. Alleen, ik zit al van, oh Tom, nou als ik dit wil blijven doen, het spelletje, moet ik een VR-set van een paar honderd euro gaan kopen voor een spelletje van een kwartier, hooguit. Ja. Dat vind ik dan weer daarvoor hebben ze ook meer leuke VR-games. Ja, maar ik ben niet zo'n VR-mannetje, hè? Dat had ik al een keer gezegd. Ik word altijd, ja, dat klopt. Ik word er ontzettend ziek van. Ja. Dus ik ben daar na 10 minuten, kwartier ben ik wel klaar. Ja. Dat was Ghostbusters World. Ghostbusters World, ja. En dat was eigenlijk voor mij. Of was je nog niet klaar met VR? Nee, ik ben wel klaar met VR. Dat zijn 2 leveltjes, dus je bent zo klaar. Het staat er geen ruk voor. Nou, ik ben nog steeds van mening dat ze er wel meer hadden willen halen. Ja, dat denk ik ook wel. Maar niet konden, omdat ze gewoon wisten dat het gewoon één groot drama werd. Ja, Answer the Call was een. Dat is één groot hatefest geweest. En. Ja. Nou ja, weet je, dan, ik denk dat Sony op een gegeven moment gedacht heeft, fuck it, hier gaan we ons niet meer aan branden. Laat maar lekker gaan. Hè? Ze lullen maar lekker raak voor de knaak. En we zien zo. Ja. Terwijl er tegelijkertijd, weer aan de andere kant van de Atlantische Oceaan natuurlijk, de Void is gemaakt. Ghostbusters The Void heet het toch? Ja, The Void, ja. Ook een VR-game. Dat super, super toffe game moet zijn. Marius heeft hem gespeeld. Ja. Ja. Als enige. Geloofd al. Oh. Als ze die nou gewoon erop gooien. Op de Oculus of op de PlayStation VR. Maak maar geen ruk uit. Ja, maar dat gaan ze niet doen. Ik weet wel dat ze hem inmiddels in New York is die weg. En hij is nog in Toronto. En daarna, als hij dus in Toronto klaar is. Dan gaat hij all over the world. Great. Everybody. All over the world. Ghostbusters Gaming. Ghostbusters The Void. It's gonna go all over the world. Hé, Dan? Dankt, hè. Bedankt, hè. Dat gaat hij weer niet doen. Nee, klote op taal. Nee, en dan heb je inderdaad als laatste. En dat is denk ik wel relatief gezien het meest teleurstellende spel, vind ik, Ghostbusters World. Ja, het is een grote flop. Maar het is ook gewoon natuurlijk Pokémon Go spin-off is. Ja. Dus gewoon en... ook stap snel thuis. Ja. Ja, dat en trouwens... Pokémon heeft het weer van Ingress. Alleen dat zijn dezelfde developers, toch? Ja, Ingress. Weet ik niet. Dan moet je Nick vragen. Ik denk het wel. En Ingress is inderdaad het eerste. En dan krijg je de Pokémon Go. Pokémon Go was heel populair natuurlijk. En toen dachten ze bij Ghostbusters. Nog steeds? Hey, Pokémon Go is nog steeds populair, hè? Jezus. Als ik naar mijn neef kijk. Mijn neef heeft een speciale accessoires voor op zijn telefoon. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Maar er zitten allemaal knopjes aan. En lampjes en dingetjes. Hij zegt... En dan zegt hij tegen mij, hij zegt, ja, wat normaal gesproken 30 mensen bij elkaar moeten doen, kan ik met dit in mijn eentje, op één telefoon. Ja, yeah, zegt hij. Echt? En hij heeft dan 3 telefoons bij zich, met diezelfde accessoires eraan. Dus die speelt voor 90 mensen, speelt hij met 3 telefoons. Ja, het is echt ziek. What the fuck, man? Ja, het is echt ziek. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, Ghostbusters World. Ja, dat is leuk, maar dat is ook een populair spel, maar Ghostbusters World. Moest dat dan voor de Ghostbusters fans zijn? Ik weet nog dat ik hem toen kreeg. Ik had hem wat eerder dan dat jij hem had. Dat weet ik nog wel. Want volgens mij was hij op Android eerder. Of op een of andere manier had ik hem eerder. Nou, jij had hem sowieso eerder. Want ik had nog maar een hele oude iPhone had ik nog. Hij ging niet op jouw telefoon. Ja. En ik heb hem toen gedownload. Ik heb hem toen wel gespeeld. En de eerste 10 minuten was leuk. En toen dacht ik... Want ik woon, zoals de meesten weten, woon ik in Emmen. Nou, Emmen is niet de meest happening place. Het is allemaal een beetje achter alles wat een beetje... Achter de beschaving, zoals sommigen gaan zeggen. Maar het is afgelegen. Het waterputje, zei je toen uit. Ja, hey, lul. En op een gegeven moment toen zag ik gewoon van... Oké, maar ik ben
als ik in Emmen blijf of in omstreken, dan vang ik steeds dezelfde spookjes. Dus ik moest heel Nederland door om een beetje. Want dan hoor ik, ja, ik heb Vigo gevangen, of ik ben met Gozer, of met een Stay Puft en ja. Paradox. Ik denk, ja, ik zit nog steeds diezelfde eikel met die vishengel te vangen. Dat zei je, ik ben ook maar een Emmen guy. Ik ben ook maar een Emmen guy, ja. Ja, de Emmen guys. Maar ja, goed, we hebben geen Emmen guys. Ja, we hebben wel Emmen guys, maar... whatever. Maar, ik denk dat echt interessant. Nee, maar dat werkte gewoon niet. Ik heb hem later zelf ook gedownload. Ik krijg nog steeds berichten van... je bent vergeten in te loggen. Je hebt nu Steepuff gemist. Ik zei, oh, fuck it. Maakt mij dan uit. Steepuff heb ik gemist. Ja, ik vond het niet laat genoeg boeiend blijven. Nee. Het werd, ik heb een poosje dat Ingress gedaan met Nick samen. En dat vond ik echt heel leuk. Vond ik ook spannend om te doen, weet je wel, poorteltjes veroveren. Maar goed, dan merk je toch dat Emmen daarvoor te klein is. En dan 8 jaar laat maar. Ja. Terwijl Ingress best wel heel groot is. En ja, want... met Boutje, hè, kan ik me herinneren. Boutje 070. Ja. Als Nick dit nu hoort, dan denkt hij, Boutje. Ja, ik ben Boutje niet vergeten. Boutje, bedankt hè. Dank. Maar ik op een gegeven moment dacht, oké, Emmen is te klein en ik was niet spannend genoeg meer. Op een gegeven moment zat er geen uitdaging meer en ben ik ermee gestopt. Ja. En toen had je met Ghostbusters World eigenlijk precies hetzelfde. En dat was na een week dat ik zei, oké, fuck it, ik ben gewoon elke dag hetzelfde aan het doen. Ik schiet geen fuck op. Toen zei ik in de auto ga en echt eerst 60 kilometer richting het midden van het land gaan rijden. Dan wordt het weer leuk. Ja. Ik kreeg meldingen van, hè, van Vigo is in de buurt. Dan ga je kijken, 30 kilometer verderop. Zo, dan biedt het nog op, man. Ja, die meldingen kreeg ik ook inderdaad ook weer. Ja, ik ben gestopt met die meldingen. Dus, Maar wat het bij Pokémon leuk maakt en wat Ghostbusters niet kan, omdat het verhaal gewoon niet werkt zo, is dat je met tegenspelers kan vechten. Nou. Iedereen heeft zijn eigen Pokémonnetje, die vechten tegen elkaar en dan kun je mekaars Pokémonnetjes pikken. En dat heb je met Ghostbusters niet. Dat is gewoon vangen in je Ectocutemon unit mee en that's it. Volgens mij kan je niet vechten met die spoken, helemaal niks. Nee. Het is gewoon zappen, binnenhalen, op naar de volgende. En dat... Ja. Hè? Oh nee, ik was even op mijn telefoon aan het scrollen naar Ghostbusters. En op een gegeven moment komt een of andere reclame voor een baby Yoda. Dat is echt verschrikkelijk. Sjoerde Krenger zegt overal, man. Baby Yoda. Ja, echt erg. Ik kan het niet meer zien. Nee. Oh, hij is zo schattig. Maar, even met het oog op de toekomst. Die nieuwe film, zou die een videogame uit gaan brengen? VR dan wel normaal? Mobile. Ik heb het idee dat een beetje een vergane trend is nu. Het films uitbrengen, of het spelletjes uitbrengen van films. Waar dat vroeger eigenlijk bijna standaard was, is het volgens mij nu een beetje een vergane kunst. Wat niet meer. Ik kan me niet herinneren dat dat echt vaak gebeurt nog. Spelletjes van films. Nee, maar dat komt omdat ze ook hele baggerfilms maken nu. Ja, is wel waar. Is wel waar. Ja. Ja. Ik weet het niet. Ik hou het in. Ik hoop het. Ik zou het wel tof vinden om weer een nieuwe Ghostbusters game te kunnen spelen. Maar ja, ik reken er niet op. Nee. Ook niet doen. Des te leuker is het idee dat het er wel komt. En dan, Daarom. Ja. Ja, dat is het einde van het lijstje. Ghostbusters World, dat is het meest actuele wat we hebben. En volgens mij, ik heb ook begrepen dat ze de servers eruit gaan knallen. Dus dat is ook einde verhaal, heb ik het idee. Is het zo afgelopen, ja. Ja. Zonde. Ook weer zonde. Ja, toch weer Ghostbusters. Weer Ghostbusters. Ja, weer aan het kortste einde trekken. Toch wel jammer, maar goed, het is zoals het is. Het is zoals het is. Je hebt ook franchises die hebben helemaal geen games. Of tenminste, daarom. Die hebben maar weinig games. Ik bedoel, Gremlins bijvoorbeeld. Nou, Gremlins, die ook een leuke franchise waarvan ik denk van, joh, er mogen ook wel wat meer videogames van komen. Ja, ieder niet al, maar dat gaat niet meer gebeuren. Dat gaat er niet. Nee. Goed, we zijn 2 uur verder. 2 uur? Ja. Nou, de mensen die echt tot het einde hebben geluisterd, chapeau. Chapeau. Echt super knap. Ho, wacht even. De mensen die tot het einde hebben geluisterd zonder door te spoelen, chapeau. Anders telt het niet. We gaan hem even afsluiten. Ja.
iedereen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor jullie interesse. Blijf kijkersvragen stellen of luisteraarsvragen stellen. Want anders krijg je dit soort flauwekul. Dan weten we niet wat we moeten doen. Dan krijg je dit. En dat wil ook niemand. Vallen we in herhaling. Daar zit niemand op te wachten. Ja. We gaan volgende week denk ik even een beetje meer richting Dutch Comic Con praten al. Hè, wat we allemaal klaar hebben. Wat we gaan doen. Want het is toch wel weer een... weer spannend. Over een week of... wat is het? 4? Ja. Dus het staat eraan te komen. Dat we even een beetje delen met jullie wat we gaan doen. En hoe we het gaan doen. We gaan in ieder geval zorgen dat we een leuke prijzenpakket bij ons hebben. Dat er dingen gewonnen kunnen worden. Yay! Als we kunnen winnen is het leuk. Als mensen kunnen winnen, hebben wij het leuk. We hebben een leuk prijzenpakketje. Wat we met behulp van wat sponsoren gaan samenstellen. Want ik moet even officieel op het akkoord wachten. Maar zo ja, dan hebben we een paar hele leuke dingetjes die we kunnen weggeven. En we gaan een leuk quizje doen. Maar daar gaan we volgende week allemaal over hebben. Dus blijf vooral luisteren. Als je wil weten wat je kunt doen bij onze stand op Ghostbusters Dutch Division, wil ik zeggen. Op Dutch Comic Con. Het is echt te lang geluld. Ja. Goed, mensen, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En geniet ervan. En stay awesome, keep busting. Tot de volgende keer. Doei! Doei!